Zijn we er? Ja, volgens mij zijn we er. Oh jongens, alles ging weer fout. Sterker nog, alles gaat nog steeds fout. Want mijn hetgene waar ik vorige keer de hele tijd aan gewerkt heb, dat doet het niet. Maar dat geeft niet. We gaan gewoon lekker spelen en dat is het belangrijkste. Iedereen is er weer. Marissa is er natuurlijk. Onne die is er. Bibi is er. Saar is er. Hugo. Meli. Roel. Rob. Fiep. We zijn er allemaal weer. Dus we hebben er zin in, jongens. Ik moet snel teruggaan, want ze zaten al op me te wachten. Ik moest ook nog douchen namelijk eerst. En dus ze wachten al de hele tijd op me. Dus. We gaan naar de game. Leuk. Ja, eindelijk. Ik ben er eindelijk klaar voor. Ja, ze komt ook echt, omhoog, zeg maar. Ja, nou, eide maar allemaal dan. Als het goed is, komt Thomas zometeen ook. Die zou er, als het goed is, bij de stream bij zijn. Ik heb de mic... Ja? Nee, zeg maar. Nee, dat was voor mijn kijkers. Oh! Ik moest mezelf muten, maar dat pakte die net even niet. Ja, precies. En, Rick, ben jij klaar? Ja, ik denk het wel. Nou, ja? Pakte hij het niet. Is het gelukt? Ja, ik geloof het. Ik, wacht, ik zie alleen dat de Discord-audio het niet doet. Oh jee. Discordoverlee.nl. Ja. Daar kan je het fixen. Had ik het nou maar gefixt. Oh. Oh ja, doet het wel. Ja, oké. Ja, alles goed. Ben er klaar voor. Oké, zal ik hem op start drukken? Yes, let's do it. Yes. Yay, succes. Succes. Succes allemaal. Joejoe. Joejoe. Ik kan tenminste weer tegen jullie praten vandaag, jongens. Dat was vorige keer wel even wat lastiger. Het was wel erg leuk, dat proximity chat, maar dat maakte het ook meteen wel moeilijk. Moeilijk om met jullie te kletsen in ieder geval. Gelukkig beginnen we rustig. Even crewmate, niet meteen al de stress van iedereen killen, opletten, dat soort dingen. Dit is rustiger om te bekijken, ja, maar wel wat saaier, vind ik zelf, om te kijken. Maar aan de andere kant, ik ben natuurlijk vet leuk om naar te kijken, dus ja. Wat heb je nog meer nodig dan dit? En dan af en toe die stoorzenders ertussendoor. Als we moeten overleggen, maar niks aan te doen. Kijk, mijn follow-ding doet het ook weer. Zo, moet je wel de goede knopjes drukken, hè? Ja, taken gedaan. Nee, Bibi. Wegwezen, Bibi. Die Bibi die vertrouw ik niet meer. Die heeft al zo vaak tegen me gelogen. Hey, Roel. Niet meer stiekem killen hier, hè? Oh, alles is alweer gefixt. Beter. Oh, wacht, ik ga deze meteen doen. Gaat nog rustig, volgens mij. Volgens mij is iedereen er nog steeds. Maar ik kan het fout hebben. Ik kan eens even kijken of iedereen nog steeds leeft. Ondertussen weer eventjes. Ondertussen gaan we weer verder. Ja, het is... Oh. Hey. Yes. Zo, hallo. Drie? Wow. Zo. Massa moord. Dat heb je netjes gedaan, Bibi. Shit. Nou, nee, ik heb de body gevonden, Creatic, in het kamertje voor Specimen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar ja, er zijn er nog twee. Maar verder heb ik... Wow. Zo, ik hoor iemand helemaal... Saar heeft even een voice filter. Wat is dit? Ja. Ja. Ik ben er niet mee eens. dus ik liep achter Bibi en Creatic lag inderdaad in dat kamertje. De deur ging open, lijk. Ja, ik was daarmee eens. Ik stond er ook naast. Ja. Oké. Dus we hebben vier mensen aan de linkerkant die allemaal safe zijn. Ja, in principe wel. Ja. Nou, ik voel het alleen bij mij dat iedereen echt enorm hard hapert. Want ik hoor echt bijna niks. Oh, nee, wij hebben alleen als Saar begint te praten, dan klinkt het alsof de chipmunks... Chipmunks, ja. Ja, dat hoor ik ook. Ik ga even nog
Ik ga even nog eens terug in spraak komen, ja? Ja. Maar ik hoor jullie wel ondertussen. Saar zit ondertussen in Discord te lachen. Dus ik hoop dat ze doorheeft wat er aan de hand is. Hé, hey, maar wat gaan we doen? Gaan we stemmen? Gaan we niet stemmen? Gaan we wachten? Ja, ik heb niks zien gebeuren, dus ik stel denk ik skippen dan. Ik heb Meli nog helemaal niet gehoord. Meli, jij hebt altijd goede dingen te zeggen. Ja, Meli was daar ook volgens mij. In de... Ik was eerst beneden die waterfles vullen staan met Rob. Als hij geen imposter is. En toen heb ik de waterfles in de office gedaan. Toen ben ik naar rest gelopen, heb ik Rob tegengekomen en Rob ook. Ik ben in de telescoop gedaan. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet in specimen geweest. Ik ben in de laboratory geëindigd. Nou ja. Oké, dan zou ik skippen. Ja. We moeten wel stemmen, dus ik ga skippen dan. Ja, het is dat Saar de audio heeft gefixt, anders had ik op haar gestemd. Heel verdacht. Wie heeft er op mij gestemd? Waarom stemmen ze op mij? Oh my god. Oké. Okay. Ga door. Rob, je mute. Ja, we horen je nog, Rob. Rob, mute. Oh nee. Ah, kom op jongens, die laatste. Ik denk steeds dat die paarse dat Kitta is. Ik ben niet gewend meer dat Saar meespeelt. Hey. Maar ze doet wel allemaal taartjes. Of tenminste, het lijkt erop. Als ze dat echt doet. Hey. Een beetje lag. Oh. Oké. Okay. Ja. Heeft ze die? Heeft ze die echt? Oké. Okay. Hoi. Nice. Ik vind de Roel maar een beetje eng. Ik weet het niet. Hey! Waar lag de body? In specimen. In specimen? Ja. Rick en ik hebben hem samen gevonden. Ja, we kwamen uit de sluis en we liepen naar beneden. En ik was lekker tegen mijn chat aan het kletsen. En ineens dacht ik, hey, ik kan hem reporten. En maar Meli was maf hoor. Hij liep iemand liep. Ik liep naar buiten Bibi. Van boven. Ja, precies, Roel. Ja, waar kwam jij vandaan, Roel? Kwam je vanuit specimen of ging je naar specimen toe? Ik kwam vanuit specimen en ik zag twee mensen naar binnen lopen. Ik zag jij naar binnen lopen? Ik zag Bibi en de andere kan ik niet herinneren. Oké. Ik denk dat dat Rick was. Ja, dat denk ik ook. Nee, want ik kwam van boven. Oké, okay, dus Santara en Rick, die zijn allebei daar nu. En Roel is er weggelopen en er ligt een body. Ja. Ja, maar de imposter is doorgelopen naar beneden. Ja, maar hoe kan je dan niet herinneren wie dat dan is geweest? Dat ik weet je, ik weet niet. En, omdat ik op mijn telefoon zat. Hoe heb jij je body niet gezien dan? Ik heb geen body gezien, want ze ging met z'n tweeën gingen ze naar beneden. En uiteindelijk is die één gekild daar. En is de imposter verder doorgelopen. Ja, toen was ik al weg. Want ze kwamen allebei bij de bovenste deur. Ik hoor alles met zo'n enorm gehaper. Maar het enige wat ik er nu uithaal... is dat Meli en Roel in de buurt van Specimen waren. En ik. Oh, jij ook. Ja, ik ook. Ja, ik hoor echt heel veel gehaper. Ik weet niet hoezo, maar oké. Okay. Ik probeer te volgen. Ja. Oké, okay, maar het is lastig. Dus... Want het enige wat ik heb gezien, dat is Roel dan. Of tenminste, wat ik dan weet. Waar was de rest dan? Ja, eentje is dus naar beneden gelopen. Waarom is Rob zo stil? Is hij ziek? Wat? Nee, ik ben aan het bedenken wie ik heb iemand als laatste gezien. Maar op wie stemmen we dan? Oh shit. We kunnen niet weer niet stemmen. 7 seconden, op wie stemmen we? Hallo? Ik stem Roel. Ik Rob. Oh, sad life. Sad times. Oh nee, Saar is weg. Hallo! Als Roel niet is en Saar was imposter, dan hebben we of gewonnen of verloren. Daarom was hij zo stil. Daarom was hij zo stil. Zonder te grappen. Ik was al vermoeden dat het Rob zou zijn. Ik had niks te zeggen. Ik had dus vermoeden dat het Spee en Meli zou zijn. Ja, maar dat ging ook goed, omdat iedereen eruit ging. Well played. Precies. Niks te doen. Oh. Nou.
Ik moet ondertussen iedereen weer even wat harder zetten hoor, want die heb ik allemaal weer ingesteld na de vorige keer. Twee, hoor je iedereen echt haperend of was het gewoon imposter haperend? Ja. Even serieus, ik hoor echt alles in je haperen. Ik hoor echt zo woorden en dan hoor ik niemand meer. Echt heel vaag. Maar ik had daarnet ook al problemen met mijn micro. Ik weet echt niet wat er precies is. Oh, wat vervelend. Kan je niet anders die andere microfoon gebruiken die je normaal gesproken maar gebruikt? Maar ik denk niet dat het je microfoon is als je andere slecht hoort. Ik gebruik mijn USB-micro gewoon. Maar anders moet ik even mijn headset eens proberen, maar ik denk niet echt dat dat veel gaat uitmaken. Nee, meestal zit je verbinding of de verbinding met de server of zo. Dat probleem is. Je kan Discord even opnieuw opstarten. Of de... Hé, ja. Saar, werkt dat weer? Ja! Als het goed is wel! Ja! Doordat jij er nu uitging, hadden Rob en Febe gewonnen, want nu waren er te weinig roommates over. Ja, dus het was, oh, Saar left. Anders waren we daar zeker achter gekomen, natuurlijk. Maar het ging niet helemaal goed met je audio. Nee, maar ik weet niet wat het was, maar I'm back. Oh, nou, gelukkig. Welkom terug. Was dit gewoon even het inkompotje? Febe, ja, ik mag even snel de koptelefoon, of niet? Of laat je hem zo? Ingehaper. Ja, ik ga gewoon nog proberen op deze manier. Want ik denk niet echt dat het te maken heeft met mijn micro. Oké. Nou, dan start ik hem. En Dionne, wij waren alweer lekker als eerste dood, hè? Heerlijk. Sorry. Ik was de allereerste. Sorry, Mario. Jij was de allereerste. Had je echt geen gevoel dat ik het was? Dominique. Ja, je wilde ook zo jou eraan komen rennen. Ik dacht, nee. Maar ik kon nergens meer heen, dus ik was meteen dood. Ik dacht eigenlijk dat als Febe en Meli waren. Ik dacht gewoon bij mezelf, wie zijn er aan het streamen? Ik dacht van, ah, daar. Oh, gemeen. Oké, ik druk hem weer op start. Succes! Daar gaan we weer, jongens. Spannend. Moeten we keys faken? Nee, niemand gaat keys faken. Dus niemand doet dat. Gaan we hier wel storage in. Oké, waar moeten we heen? Waar staat dat ding ook weer? Hier, hè? Oh! Hey, jongens! Wat vervelend dit. Ah, het is al gefixt. Hoi. Oké, we gaan weer eens wat doen. Hoi, Bibi. Hoi, doei, Bibi. Rick, ik zie jou gewoon letterlijk uit de kamer komen. Rick was en Rick en Bibi gingen eerst in, toen kwam Rick en toen Bibi dood. Sorry, wat? Wat gebeurde er? Wat? Ja, nee, was Rick. Sorry, ik had het even gemist. Wat zei je? Wat heb ik gedaan? Oké, ik kwam richting laboratory en ik zag Bibi, zag ik daar de taak doen. Dus ik was onderweg naar de office, maar ik wist niet echt goed hoe ik daar kwam. Dus, ik liep eerst richting laboratory, dacht ik, nee, ik moet terug. En toen zag ik Rick gewoon dat ik uit die kamer komen en Bibi ligt bij zo. Ja, het is ook Rick. Ik zag het op camera's. Oké. Het is toch niet heel maar. Wat zeggen, Rick? Ja. Arme Rick. Nee. Oh, waarom? Ja. Mooi gezegd. Voor die camera, want... Heb jij het niet gezien, Rob, dan? Jij was ook op camera's. Ik was helemaal niet op camera's. Nee, op camera's. Wat? Nou. Dat zijn de camera's niet. Dat was communications. Jongens. Waar jij randomly naar binnen liep en daarna meteen weer wegging. Waar je niks te zoeken had. Waar lag Bibi eigenlijk? Waar was het? Kijk, iedereen, hè? Dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Iedereen op je moet echt gestemd. We gelopen Hugo. Oh, jongens. Ja, nee, maar dit was ook echt heel slecht. Het was echt heel slecht getimed. Succes. Oh man, jongens, dit was echt heel, heel dramatisch. Ik weet niet wat er gebeurde. Het idee was van, hey, Bibi is er. En ik kill er eventjes en ik ga snel weg. Er liepen hier zoveel mensen. Misschien had ik beter eerst even kunnen kijken. Maar het is, jongens, het is laat. Ik heb vannacht 4 uurtjes geslapen. Dus ik heb vanmiddag nog heel even een uurtje geslapen. Maar
Ik ben echt kapot, jongens. Ik kan niet meer. Dus ik denk niet dat ik hele goede imposter ga zijn vandaag. Ah. Hey Thomas, heb je weer een abonnement cadeau gegeven, jongen? Wat lief. En je suis Emeline. Wat schattig. Oh, wat leuk om te horen, Dominique. Dankjewel. Kijk, die Thomas hier, jongen. 4-1 met 3 cadeaus geschonken. Kan ik toch bijna niet achterblijven, hè? Ik zou ook gewoon van die abonnementjes moeten schenken. Oh, ondertussen zal ik trouwens eens eventjes... Hey! Jerry! Wat super tof, jongen, dat je me hype erheen op komst. Doet, doet! Super tof, hè, iedereen. Dank jullie wel voor alle abonnees en alle subs. En, oh, leuk, man. Heel erg leuk. Maar, nu is natuurlijk weer de vraag. Waarom krijg ik mijn meldingen niet? Want ik heb dat dus gefixt, hè. Ik heb dus contact opgezocht met, hoe heet dat, die gasten van Streamlabs. En ik zeg, jongens, ik krijg geen meldingen van Twitch. Het werkt gewoon niet. En ze zeggen van, ja, nee hoor, we gaan het kijken en we gaan fixen. En ze hebben het gefixt. En het werkte toen ze het testten. En nu zie ik het nog steeds niet. Maar ik hou gewoon goed de chat in de gaten. Dus jongens, echt super tof dat iedereen volgt en abonneert. Woep, woep. Oké, we gaan eens even kijken waar de actie is. Want Febe, die zit nog steeds in het spel. Kijk, 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 maak het dood, maak het dood. Doe het. Zo, die moest ik even zoeken, hoor. Ik dacht, ik ga even naar camps, want ik ben klaar met mijn taken. Toen zag ik reportknop, maar ik kon die body nergens vinden. Maar hij lag helemaal onder de camera's, onder de computers. Dus er lag een klein roze lichaampje verstopt, helemaal in het hoekje. Maar ik kon het niet goed zien. Een klein roze lichaampje. Ja, maar bij Rob stond blijkbaar dus op camps. En daar is hij gedood. Ik denk dat Saar safe is, omdat ze samen met mij download upload gedaan hebben. Yes, ja, klopt. Ik denk dat jullie ook wel safe zijn, want jullie waren de hele tijd bij mij beneden. Okay. Alleen, Ron, Hugo, zijn jullie klaar? Nee. Want jullie waren de hele tijd om elkaar heen aan het lopen. Ja. Ik denk sowieso dat Dionne wel safe is, want Dionne heeft echt zo vaak de kans gehad om mij te killen. Dionne leeft nog wel. Ja, dat is wel zus. Dat is mega zus. Hugo vond ik wel een beetje verdacht lopen. Hij liep echt zo achter me aan. Maar Hugo en ik zijn al klaar met tasks. Want hij heeft me echt zo vaak kunnen killen en heeft hij gewoon niet gedaan. Claire, ik was al in posten, die is eruit. Oh, is er al iemand? Oh, oké, dat is waar. Hugo en ik zijn het sowieso niet, dat weet ik zeker. Ik vind dan Saltare wel een beetje stil. En Saar, wat dacht je van Saar? Saar is pas stil. Ja, nee, maar ik denk het Saar. Ik ben letterlijk klaar met al mijn taken. Ja, dat is alles wat je te zeggen. Ja, ik loop een beetje rond te lopen nu. Ik heb net mijn laatste taak gedaan met die waterflessen vullen of zo. Maar dan heb je wel een beetje op kunnen letten, toch? Ja, want ik ben nu net klaar. Ja, ik had hetzelfde. Ik ben ook weer daar net klaar. Daarom niet ging goed naar camps, in omdat het opletten. Ik dacht van dan ga ik daar wel zitten. Maar toen lag daar dus een zielig klein roze lichaampje. Oh. Ja, heel snel. Als je deze informatie moet kiezen, dan zet Febe op het team. Ik moet nog één taakje. Ik moet ook één taakje. Ik dacht dat ik klaar was, dacht ik, oh shit. In specimen, dus wie loopt er mee? Gezellig. Ja, ik ben nog klaar. Oké, daar ga ik ook wel mee, want ik ga niet alleen. Lekker bezig, Thomas. Oh, dat durf ik niet meer. Ja, oké, skippen we wel. Ja, er zit toch vind ik Hugo nog steeds een beetje zus. Ja, kom door die hij kan Roel ook gebruiken als dekmantel. Heeft hij dat niet eerder gedaan bij iemand? Dat zou kunnen. Wow, wow, you got me, you got me. Ja, uiteindelijk als je zo lang met mensen speelt, dan begint het toch een beetje dat je dingetjes begint te herkennen of zo in elkaar. Ik denk ook niet dat ik nog heel lang een goede imposter kan. Nou, niet dat ik dat überhaupt ben, maar het wordt wel lastig. Hey, super tof dat jullie zo lekker bezig zijn. Thomas... Oh, Renzo en Maarten. Oh, wat leuk, jongens. Hey, super tof dat jullie allemaal kijken. Het zijn allemaal mensen die we kennen van mijn oude werk. Nou ja, een beetje een raar verhaal. Maar dat komt wel een andere keer. Kijk, kijk, kijk. Kijk, hier gaat wat gebeuren. Jup, toeltje. Waarom flikkert het lampje in de achtergrond? Dat is als ik een volger krijg
erbij krijgt, dan ja, gaat het knipperen. En hij zou dat dus ook moeten doen bij een donatie of bij bits of bij een subscriber. Maar dat werkt dus niet. Dan zou die dus eigenlijk veel langer en kijk, dan zou het zo moeten gaan. Dit is bij een subscription, zou die rood moeten gaan. En bij een donatie zou die geel moeten zijn. Zo zou het moeten werken. Maar ja, op de een of andere manier werkt dat gewoon niet in het echt of zo. Ik heb geen idee. Maar het is wel grappig. Dus, oh, we gaan weer verder. Er zijn natuurlijk ook mensen die kijken voor het spel. Hugootje. Bij Light. Ik kom er zo dus op terug. Blijkbaar is de Light gefixt en is ze toen gekild daar zo, Meli. En Dionne en Saar, die waren wel de hele tijd bij me. Dus ik denk niet dat zij het zijn. Ik denk dat... Maar wie was er allemaal niet bij ons? Nou, jij kwam er pas als allerlaatste bij. Ja, jij kwam bij, er wel dus als laatste al bij, lang ja. Kunnen, want de Lights werden gefixt toen wij in Specimen waren. Helemaal op het begin, en ja, ik denk dus... dat Meli toen al dood gegaan is. Dus ook ja, Roel, ik zag... ja. Ook Febe. Ik zag al Ik was echt helemaal Ik ben echt helemaal naar Boiler Room gegaan en dan ben ik pas naar jullie gekomen, via de onderkant. Dus ik ben niet eens via Lights gekomen. Ik ben via, via die ruimte gegaan met die tafel, met de emergency button. Geen idee hoe dat die heet. Hey, Defender. Maar ik ben dus helemaal rondgegaan, dus ik ben eigenlijk niet via Lights gekomen. Waarom zou je dat doen? Kan iemand dat bevestigen? Omdat ik nog echt tasks had. Ik had echt nog een aantal tasks. Waarom ook zou in je na- dat doen? In... Ik vind Febe Because heel erg I need to do my tasks. Ik vind Febe zus. Ik ook. Ik ga toch stemmen. Jullie vinden mij altijd zus. Nee, niet altijd. Nou kijk, ik ga jullie steunen. Ik stem op mijzelf. Wat vinden jullie daarvan? Nee, hey, wat is dit nou? Ik ben zo lief. Nou ja, nice. het moest bijna wel, maar we waren zo lang bij elkaar. We hebben de high train gehaald, jongens. Ah, netjes hoor. Oh, inderdaad, ja. Netjes. Goed gedaan. Ja, Fiep, ja, je hebt het netjes gedaan hoor. Wat was je had niks aan mij. Twee keer achter elkaar ook. Wat was Word je idee, Rick? Rick? Ja, mijn mooi. Idee was gewoon van, hey, ik zie iemand staan, ik kill er. En niet over, niet over nagedacht van, misschien kijkt er iemand of... Ja. Dat iemand op de cam staat, dan is het gewoon... En dat heb ik toch ook gehad met dat ik gewoon echt kill in deuropeningen en dan staat gewoon Rob daar. Of, ja, ik heb dat met Bibi toe gehad. En dat ik ook denk van, waarom? Ja. Maar het is gewoon paniek, weet je? Dat je gewoon, ik denk, moet je iets killen? En ik vind het eng! En ik was ook gewoon nog niet voorbereid op het liegen. Dus het was echt van, nu moet je liegen. En toen was het... Ik heb niet voorbereid op het liegen. En toen was het maar, oh, wacht, sorry, wat? Heb je het over mij? Wat? Ik denk, kan ik het nog even rekken? Misschien komt er dan ineens iets in me op, maar... Een goede leugen, maar nee. Nee, helaas. Het werkte helaas niet. Ja, nee, ja. Oké, volgende potje beter. Ja. Ik start er weer. Goed zo. Er heeft nog niemand gezegd, druk op start. Druk op start. Ja, oh, bij mij wel lekker snel. Oké, de postbus. Ja, nee jongens, we hebben echt al, ik denk al meer dan een jaar geleden gezegd van, we gaan die postbus sluiten. En de reden daarvoor was, we wonen in een dorpje en de postbus bij ons, die zit in een lokaal supermarktje. En die gasten zijn niet, hoe noem je dat? Bestand tegen de hoeveelheid post die wij kregen. Dus we hadden heel vaak dat we gewoon pakketjes waar we wel op zaten te wachten, dat we die misliepen, omdat ze gewoon de post niet meer voor ons konden bewaren, omdat het gewoon te veel was. En uiteindelijk hadden we dus ook zoveel fanmail. En ik bedoel het niet om op te scheppen, maar meer van dat is de reden waarom we het niet meer doen. Hadden we dus uiteindelijk zoveel fanmail dat we niet meer wisten wat we er nou mee moesten. Oh, zo, dat is snel. Dat echt... Waar? Hugo lag bij de card swipe spoocher. Is dat in de... Bij Office. Oh ja. Office, card swipe, dus... Ja. ID check unit to... Ja. Office, you know? Ja, daar. Was er nog iets spannends om te melden? Of waarschijnlijk weer niks gezien? Nee, ik heb Hugo alleen die kant op zien lopen. Ik heb een task gedaan. Ik ben toen ook die kant op gelopen. En then, dead. Oké. Spannend. Nou ja, ik heb ook niks nuttigs te melden, want ik was daar ook niet eens. ik was een van de... Het is wel snel. Daar wel snel te waar ik was kunnen zijn. Ik heb alleen Crea Chick zien lopen, zeg maar, bij de Boiler Room. Oh ja, ja. Waar is dat?
Ik ben toen langs linksonder. Ik ben toen langs weapons gelopen. Ik had zo'n, ik had die licht, zo'n lichtpaal ding. Ja, ik ging communications in. Ik heb meteorieten zo piu piu piu. Wauw. Ja, piu piu. Je had de piu piu. Ja, het is wel jammer dat ik hem niet af kon maken, want toen werd hij gereport. Gaat hij dan niet gewoon verder, waar je gebleven was? Misschien wel. Nou ja, dat doet hij met die reactor wel altijd in ieder geval. Je kan vooruit kijken naar meer view. Ik doe het ook wel. Ja, we weten het niet. Ja, ik druk. We weten letterlijk niks. Rob, je wist weer eens niks. We hebben niks aan je. Ik weet het. Arme Rob. Nee, dat niet van mij hoor, daar niet van. Alleen Saar en Febe. Ja, maar die horen nog steeds bloep, 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 bloep. Ja, Saar, je staat nog steeds goed. Ik sta mute. En ik klets gewoon te veel. Nee, je stond nog mute. Heb je push to talk of zo? Nee, niet eens. Oh, oké. Okay. Ah, nou, kun je wel stemmen? Ja, hoef je tenminste niet te verdedigen. Volle secondes wachten. Dit is echt super. Ik heb serieus gestemd op Skip. Maar hij staat niet. Oh, we hebben allemaal op jou gestemd hoor. Gescamd. Ze heeft op zichzelf gestemd. Saar heeft op zichzelf gestemd. Gaat lekker. Hoe kan dit? Oké. Zo, we zijn er weer. Maar goed, dat was dus het verhaal over de postbus. Ja, we konden gewoon... uiteindelijk konden ze het gewoon niet echt meer aan. En we hadden ook zoiets van, ja, weet je, we willen dan ook gewoon er iets leuks mee doen. En ja, daar hadden we uiteindelijk ook geen tijd meer voor. Dus toen was het van, nou, laten we het maar gewoon dicht doen. Even mijn taartje doen hoor, even concentreren. Oh nee, wrong. Zie je, dan zeg je even concentreren. En dan wat doe je? Niet concentreren. Yes, I did it. Oeh, oké. Ik ga nu naar... Hier, oh nee. Zij kan het toch niet weer zijn? Ja, leeft nog. Gelukkig. Oké. Zijn we vrienden? Ja, we zijn vrienden. Ik schrok me dood. Ja. Ik kwam met Bibi uit Specimen. En toen we net de deuren opendeden, toen lag Roel daar dood bij de admin table. Maar we hebben hem echt net nog gezien in Specimen. Ja, dus het is een hele verse keel. Oké. Ik ben daar achter gebleven, maar ik heb jullie alleen maar daar gezien. Ja, klopt. Wij deden net de deuren open. Het was echt gewoon een gevalletje deuren open en Roel lag daar voor de deur. Ja. Zeker, ik was bij mij de hele tijd dichtbij. Oh, serieus, ik lig eruit. Als die net met ons was. Denk je eruit? Gaat het goed, Saar? Je zit er nog steeds in haar. Ik ben uit de game gegooid. Ze ging me net foutje. Want ik was de hele tijd met haar bij O2 en bij de waterflessen. Ik ben net foutje. Ja, ik denk dat het Rick is. Ja, ik wil zeggen, dat is automatisch Rick. Oké, maar ik heb in ieder geval Rob en Dionne heb ik in Specimen gezien. En die kwamen vanaf Laboratory net als Bibi en ik. Dus ik denk dat die wel oké zijn. Wat waren, zonder Saar de rest aan het doen dan? Ik ben helemaal niet daar geweest. Ik heb alleen maar in Laboratory eerst mijn kaart geswiped. En toen, of in ieder geval mijn pasje, zeg maar. En toen ben ik gaan downloaden. En toen was ik klaar. Dus we gingen naar security. En toen werd de body gereport. Oké. Oké. Wat een stilte. Ja. Echt, hè? Ja. Ja, ik vind het nog steeds een beetje verdacht dat wij met hem liepen. En Saar, ik kreeg chick die lopen naar buiten en daar ligt hij dan. Oh, hij zou een van die twee kunnen zijn. Saar heeft mij sowieso niet. Saar heeft mij sowieso niet gekild en ze had echt heel vaak de kans. Want ik heb echt meer dan de tijd zeg maar van de cooldown beide geweest. En als Bibi en ik het waren geweest, dan hadden we toch Rob en Onne die wel een dubbel kill gedaan. Had nergens op geslaan. Dat is wel waar. Rick heeft nu wel even de best cover. Want die zegt of het is van, weer Febe, want ze is echt heel stil. True.
Rick wordt gecoverd door iemand die de Maar wat doen we nu? Skip. Wat doen we? We moeten nu. Ik skip wel. Oké, is goed. Ja, skip. Oh, ik heb niet geskipt. Oh, nee, ik heb hem zelf gereport. Hey, volgens mij ik heb niet ik gestemd op jou. Wat dingen gemist, jongens. Oh, ik was er niet. We hadden heel weinig stemmen. Hey, Nienze, dankjewel voor het abonnement cadeau geven. Gefeliciteerd met het abonnement. Kijk, iedereen wil natuurlijk een abonnement op dit kanaal. En Thomas alweer, joh. Oh, je hebt hem aan Mitchell gegeven. Oh, Mitchell. Lekker, jongen. Leuk dat je er ook bij bent. Nou, wat gezellig, joh. Voor degene die Mitchell nog kennen van de vorige van de livestreams van Creatic. Die, ja, dat is de Mitchell. @frantic24. Ondertussen maak ik even snel mijn taartjes af voordat ze me uitstemmen. Want ze geloven natuurlijk niet dat ik veilig ben. Ik snap het wel. Want ik heb ook altijd een hele wazige verhalen. En dit was ook gewoon een dikke pech. Maar je hoorde toch? Ze zei het toch? Ze zei de, ja, ik was de hele tijd met Rick en toen ineens was er... Hey. Report! Ja? Ja? Dat gaat lekker. Ik heb iemand gereport, een keer. Oh, nee. Zo! Ik was net klaar met mijn taken en ik wilde richting Specimen Room. En daar voor de sluisdeuren lag hij. En aan de andere kant... Ja? Dan is het sowieso Bibi. Sorry dat ik onderbreek, maar zij stond bij die deur. Toen dat Maries en ik in Specimen gingen. Ja, maar de, toen ging die deur dicht. Toen ben ik weggelopen. Ja. Ah ja, er stond dus wel dan iemand aan de andere kant, maar ik weet niet wie. Sowieso Bibi. Ja, maar die deuren gingen dicht. Dus dacht ik, ja, want ik dacht, ik ga met jullie mee. Dan ben ik sowieso safe. Want dan gaat niemand me killen, omdat ze met een hele grote groep zijn. En, ja, maar... Alleen toen ging die deuren dicht. Dus dan dacht ik, ja, laat maar. Dan ga ik wel... Naar een andere plek waar ik mijn taken nog moest afmaken. Dus toen ben ik gewoon weggegaan. Maar ik was... Nee, of het is dan Rick zelf, want die is daar dan geweest. Nee, echt waar. Ik denk dat het Bibi is. Maar ik zag die deur daarna doorgaan. Febe. Ja? Jij niet met me mee naar beneden, want we gingen inderdaad samen specimen in. Ja, nee. Ik zag die deur open. Ja, nee, omdat ik op Bibi had En ik stond aan de andere kant. En toen ben ik terug naar boven gelopen. En toen zag ik Febe inderdaad nog steeds boven bij het halletje, maar... Je zou best ja, in en eruit omdat ik aan het wachten was gaan. Op Bibi. Maar waarom? Ik was aan het wachten op Bibi, maar Bibi is nooit gekomen. Nee. Dat is het ding. Want omdat ik weg ben gegaan, omdat ik dacht, nou, ik beter naar een andere plek gaan. Want ik zag die deuren open gaan, dus ik wist dat jij en... Ja, alleen ik ben het enige dat ik weet is dat Dionne beneden zag. Die was weer terug gaan naar Specimen. Ik ben met hem meegegaan. Op wie heeft Dionne gestemd te houden. Ja, dat weet ik niet. Ik heb zelf... Bibi. Ik heb op Bibi gestemd. Maar waarom dan? Ja, maar ik vraag me dus af of Bibi het is. Ja. Omdat Febe niet met ons mee naar beneden is gelopen. Zij is de hele tijd boven gebleven. Dus dat vind ik wel verdacht. Ja, okay. En ze gooit het meteen op Bibi. Dus... Ja, of dan Febe en Rick, denk ik. Omdat Rick daar sowieso is geweest. Maar Rick, heb je überhaupt wat gezien voordat we deze even... Nou ja, het enige wat ik heb gezien is dat iemand zag staan. Ik liep Specimen in en Febe kwam me achter me aan. Je hebt 4 seconden om te stemmen. Ja. Maar ze kwam me niet... Nee. Ze kwam niet naar beneden. Nee, daarom ging ik nou ja, naar boven. Ze kwam me niet meteen achterna. Ze had mij kunnen killen, zeg maar. Dat probeer ik te zeggen. Oh, dit gaat helemaal fout, jongens. Maar ja, ik heb gelukkig in ieder geval mijn... Nee, want je was er toen nog niet. Klaar. Oh, toen was ik er nog niet. Nee. Huh? Maar ik was met je mee. Ik zweer het niet dat ik het niet ben. Oké, ik kan nu in ieder geval even opletten. Ik beloof, Mitchell, dat ik Cardano ga bestellen. Ga kopen. Ga ik zeker doen. Ja, ik denk toch echt... Zou het Creatic zijn? Ik weet het niet. Ja, ik ben klaar met mijn taken. Dus het maakt mij niet meer uit. Ik geloof van achter iedereen aan. Kijk, hier staat iemand op cams. Dat is hier. Dat is Rob. Wat gaan we doen? Hé, verdomme. Laten we het licht uitdoen. Ik denk niet dat het Bibi is. Ik heb... Yes! Ja, ik wist het gewoon. Ik wist het. Ik wist het. God. Ik zei het nog in de... Bibi. Ik zei het nog in de live. Ik zei het nog. Volgens mij doet Creatic mij gebruiken om te foutje. Yep.
Nou, mooi is dat. Mijn hart klopt zo snel. Ik dacht, nee, ik ga dit weer. Ik wist het. Hey, Bibi, je hebt wel je afspraak gehouden door Hugo als eerste te doden. Oh. Sorry, Hugo. Ik heb heel netjes gewoon de hele tijd op Creatchick gestemd. Ik heb ook op Creatchick gestemd. Wat? Jij slaapt vanavond op de bank. Ik wist het gewoon. Toen jullie daar uitliepen, ik had gewoon al het gevoel dat jullie hem hadden gegeven. Ja, Febe had het inderdaad echt bij het rechte eind. Maar Febe was op zich ook best zus, dus ze had het best kunnen doen. Ja, ik neem het wel van je over. Nou, ik ben nog geen 5 minuten in de game. Ik zie Bibi gelijk al achter me aan sprinten. Gewoon, ik denk dat het wel en ik wat wil je ervoor hebben, Jerry? Sorry. Ik werd gewoon gebruikt om te foutjen. Maar ik heb je niet gekild. Ik heb je wel laten leven. Ja, dat wel. Dus ik ben maar ik dacht al zoiets. Ik denk van het klopt gewoon niet. Dat jullie daar net uitlopen. Nee, ja. Nee. Het was ook, we waren ook vaak al op het randje hoor. Dat ik dacht van ja. Vooral toen ik Roel kilde, toen dacht ik nee, dat had ik niet kunnen doen. Ik denk oké, ik maak er maar zelf een report van, want anders kan ik niet uit. Ik dacht nog, we kunnen in Spessen met een dubbelkill doen, want alleen toen kwam... Dat is bij mij altijd, Pip. Ja, ik zeg altijd, het is D&D en dan zijn het exact niet. En toen dacht ik, oh nee, die kunnen we toch beter niet doen. En toen net er waren toen jij dan... drie, want Roel was er nog. En Roel ging weg, ik zat nog te seinen. Kom Bibi, dubbelkill. Ja. Maar je kwam niet. Ik dacht, oké, dan Roel maar. Sorry. Nou. Ja. Oh, nou, lekker dan. Dat zeg je toch niet? Nou ja, het was weer Roel stond er buiten, dus dan maar geen dubbelkill, dan maar eentje. Dat was Roel, spijt me Roel. Ik vergeef het, voor deze ene keer. Gelukkig. Oké, ik start hem weer. Yes, succes! Yes. Yo. Ja, jullie ook. Succes! Luck! Gaan we weer proberen niet verdacht te zijn. Je moet even muten, Dionne. Oh, sorry. Jezus, wat kut. We hebben niks gehoord hoor, maar nu wel. Hey! Nee! Wat? Wow. Dit was moet... heel snel. Oké, dus dat is of een self-report, of gewoon om het te moeten zien. Dit was zo iemand die heel boos is. Dat is iemand die heel boos is op Creatchick. Yeah. Dionne. Dionne, doe jij nu hetzelfde? Nee, ik was te druk met mijn hond kussen. Ja. Ja, echt. Nou, wat het ging zeg maar zo. Ik hoorde Dionne op de microfoon. Ik hoorde niet wat ze zei. Ik zag alleen dat ze niet gemute was. Dus ik was daarmee bezig. Van, hey, je moet even muten. En ik liep weg. En toen was ik weer met haar aan het kletsen. En toen kwam ik het tegen bij security. Tenminste, ik zag de body bij security, sorry. Ik kwam niet de jongen tegen. En je zag onder die daar? Of? Nee, ik heb er niemand gezien. Oh. Ik heb namelijk eerst keys gedaan, bovenin. En daarna ben ik daar naartoe gegaan. En toen liep ik eigenlijk vrijwel meteen tegen de body aan. De killer kan er sowieso, moet daar dichtbij zijn gewoon. Dat kan niet anders. Bij security, naast het gat, zeg maar. Nee, ze zag tussen security en electrical in, zeg maar. Echt daar in die gang, zeg maar. Gangetje naar beneden, ja. Ja, dan moet sowieso de killer staat daar waarschijnlijk beneden. I guess. Nee, die heb ik niet gezien. Ik was al lang blij dat ik de report button kon vinden. Ik was ook niet eens dat. Ik was het eerste gedeelte nog niet eens uitgelopen. Ja, laten we nu maar skippen. Tenminste, ik skip wel. Ik ook. Ik moet trouwens wel echt plassen hoor, naar dat potje. Nou, vooruit. Nou. Ja, ik vind Rick nog steeds zus hoor. Dat zien we. Oh nee. Oké, nou we gaan verder met taakjes. Maar ja, ik weet niet hoor. Ik zat misschien niet op te letten omdat ik te druk bezig was met Dionne vertellen hoe dat ze moest muten. Maar ik was het niet. We gaan gewoon taakjes doen. Oh man. Ja, ik moet echt zeggen, ik vind het echt moeilijk hoor. Die report button. Het eerste wat ik doe als ik iemand zie is op spatie drukken. Volgens mij deed ik dat net ook weer. Volgens mij doet dat helemaal niks. Dankjewel, Karsten. Ja, ik vind het inmiddels ook wel leuk. Ik vond het. Ik heb echt. Ik denk een maand of zo. Misschien 2 maanden. Misschien wel langer. Echt geroepen dat ik het echt het kutste spel van de wereld vond. En dat vind ik, als je zeg maar moet typen, vind ik dat nog steeds.
Maar ja, ik weet niet, zo met zo'n groepje. En dan zeker als je de mensen een beetje begint te kennen. En als je ondertussen erbij streamt en zo. Ja, dan is het best wel leuk. Dan is het best wel een leuk spelletje. Kijk, ze zijn gelukkig met z'n allen. Ik vind die Hugo altijd een beetje eng. Nou, ik baal er wel echt nog steeds van dat mijn alerts het niet doen. Ik word er echt gek van. Ik ga het zelf opbouwen. In plaats van die Streamlabs gebruiken. Rommel. Oh mijn god, wat is die vaak imposter, zeg. Hoe doet ze dat? Nou, ik ben in ieder geval weer klaar. Ja, ik dacht dus ook heel even dat het Hugo was, maar het was gewoon weer Febe. Nou, de body lag in offense. Ja, het valt me nog mee dat ze niet nog steeds denken dat met, ik ben. Met, volgens mij was Saar dat bij die deur. Zag ik volgens mij haar naamplaatje. Ja. Klopt. Ja, oké. Okay, dus ja. Ik denk dat het Febe misschien is geweest, omdat ik was een taak aan het doen, zeg maar, onder office volgens mij daar buiten. Ja, ik kan daar bijna wel beneden gaan zitten. En toen zag ik volgens mij in een ooghoek ergens en ik mijn taak Febe binnen naar, of, nou ja, naar de grote kamer waar dan office weer in zit. Daar zag ik haar erin lopen. Maar dus volgens mij in een ooghoek ergens klinkt niet overtuigend. Nee, maar in mijn ooghoek zag ik Febe naar die kamer lopen. Maar letterlijk, oh, Bibi, we waren letterlijk samen in Specimen. Ik had jou echt kunnen killen. Nee, maar daar was Rob. Waarschijnlijk had je me dan ja, niet kunnen... Ja, maar als Nosh, ik had ook daar Rob eerder kunnen killen. En letterlijk, nee. Roel, ik had u ook kunnen killen. Maar dan letterlijk, het... Roel. Dan, had je het dan hadden we het geweten, dus dat had je niet kunnen doen. Nou, dat was wel heel ver, hoor. En ik was ook bij Light. Ik was letterlijk bij jullie bij Light. Dus hoe ben ik in die korte tijd letterlijk helemaal van de andere kant naar de ene kant kunnen komen? Dat gaat letterlijk niet. Nou, ik vind het wel een hele defense, hoor, Phoebe. Ja. Ja, niet moeilijk. Want anders had ik, dan ben ik, dan ben ik één keer geen imposter en dan word ik eruit gestemd. En dat is altijd zo. Ik vind het ook wel sus dat jullie allemaal haar verdacht lopen te maken. Ja, in de taal. Dankjewel, Saar. Het is wel mooi dat iedereen het ook voor elkaar opneemt, hè? Dat is het wel echt leuk. Ah, nee, ik was met Saar gewoon, ze kon mij wel gewoon killen. Want ik stond zeg maar in die gang tussen die deuren toen het licht uit was. Ja, maar weet je, ik koop daar niks meer voor. Ik koop daar niks meer voor. Iedereen zegt dat, maar uiteindelijk blijkt ze toch de imposter te zijn. Dus dat zegt geen drol. Rol die is gewoon. Nee, maar ja. Loop maar om met mij mee. Dat is goed door, Dionne. Het is een nieuwe tactiek, hè, jongens. Iemand Roel, gewoon... wie stem jij nou? Ik heb op Febe gestemd, want ik vind haar echt... Ja. Maar, oh my god, ja, oh, het is nu Roel. Oh my god. Omdat ik op jou stem. Het is nu Roel. Ja, maar... Oh my god, maar heel snel dat ik erin ga, Sorry, ik ben heel goud. Oh, niet meer mee. Bad times, sad times. Leuk. Wat leuk om te horen, Lissy. Maar wel een grotere fan van mij, toch? Dan van Creatic, neem ik aan. Ik moet mijn bio-ding nog veranderen. Ja, ik moet zoveel nog doen, joh. Ik heb laatst eindelijk een keer een header banner gemaakt. En wat andere dingetjes ingevuld. Maar ik ben vooral bezig geweest met het fixen van mijn alerts en wat andere dingen. En het werkt allemaal niet. Bam, 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 bam. Rob, mute. Echt, hè? Ik hoor je ook. Ben je iemand aan het doodsteken of zo? Bam. Ben je aan het schieten? Bam. Ja, ik ben sowieso aan het schieten. Ah. Genieten. Oh, kijk. Zien jullie het? Febe had Marissa ook gekild. Gaan we binnenkort weer Raft spelen? Ja, zeker dat we weer Raft gaan spelen. We moeten eventjes kijken wanneer, want we hebben inmiddels geen vakantie meer. En de kinderen ook niet. En die hebben gewoon weer thuis school. Dus we moeten even kijken wanneer we dat kunnen doen. Maar dat gaan we zeker wel weer spelen. En wat we laatst hoorden, op de vorige livestream, is dat Kitta en haar vriendje het ook spelen. Dus we zijn bij ze uitgenodigd om op hun raft te komen kijken. Dus ik denk dat we dat binnenkort eventjes gaan doen. Dat lijkt me wel leuk. Oh, babytje hier. Het is echt even verwarrend dat Onne die eruit ziet als Jamila.
hoe is het eigenlijk voor de kids met online school? Ja, oh, ja, Emily vindt het geweldig. Die is met een uurtje, anderhalf uur is ze klaar en dan kan ze gewoon weer doen wat ze wil. En wat zij het allerfijnste vindt, is dat ze de kinderen uit haar klas kan muten. Dat zou ze in het echt ook wel willen kunnen. Dat ze gewoon even wat vervelende stemmen kan uitzetten. Wow. Oh my god! Victory! Wie waren het? Toch Phoebe? Ja, Phoebe sowieso. Ik wist het! Dat was echt keiharde revenge dit. Maar ik dacht, dit is het samen met Rick, want dit had je toch kunnen zien? Je stond er echt naast. Nee, ik kwam echt net maar aanlopen. Ik had ja, bizar. Ik had die boosheid was wel goed geacteerd. Ja, ik dacht ook meteen van, oh, jullie weten nu meteen dat het Phoebe is, want er is niemand zo boos op me, denk ik, als Phoebe. Maar nee echt? Hoor. Next level ik kwaad. Ik denk, die meid die gaat straks nog, komt straks op het scherm heen. Andere imposter. Hey, jij moest plassen, hè, Dionne? Ja, ik moet even een sassie doen, ik ben zo terug. Ja, ook aan de chat. Goed. Ja, is goed. Dan gaan we heel goed Bibi houden. Bibi hoort niemand meer. Oh nee, Bibi. Oké, gaan we dat ook meteen even Biep. Hey, maar Maries, ik klikte echt per ongeluk op kill, hè. Echt per ongeluk. Oh. Ja, ja. Het viel ik gewoon ik begon... Nee. Ik begon... zo hard. Ik begon echt te panikeren en Hugo was bij mij en ik dacht, oh my god. Ja, ik heb gewoon niemand gekillt. Ik heb gewoon niemand gekillt. Ik dacht dat Rick het niet gezien had. Ik dacht echt van, nou, je stond er zo dicht naast. Hij was ook echt een kill report. Ja, maar weet je wat het ook was? Ik was bezig met, echt serieus, ik was wat ik zei. Ik was bezig met Dionne, want ik zei, ja, je bent niet gemute. En toen was ik weer aan het kletsen. En toen zat ik op mijn chat te kijken. En toen liep ik tegen een body aan. Ik denk, ja, oh. Meteen reporten en helemaal niet meer gekeken van wie staat er of wie komt eraan. Of... Ik snap het. Mm-hmm. Maar ik was echt zo hard in paniek. Ik ben nog nooit zo hard in paniek geweest om Among Us. Echt nog nooit. Volgens mij dacht mijn mama echt dat ik dood ging of zo. Ik was zo hard aan het gillen. Maar sorry Bibi, sorry voor de offense. Ik zal het niet meer doen. Wacht, wie waren het nou? Ik heb trouwens... Ik. Ja, ik ben het niet echt geweest. Oh, Hugo, ik heb niemand gekillt. Je kon mij heel vaak killen. Heb je ons ik kon iedereen echt vijf keer killen gewoon. Wat? Heb jij ons imposterpotje gefilmd? Zeker wel. Yeah, want die was leuk. Yes, die was zeker leuk. Ja, die was heel leuk. Nee. Oké, ik ga even een flesje water halen als hij toch in de tussentijd aan het plassen is. En dan gaan we weer verder. Ah, ik ben zo terug. Ja. Leuk dat ik gemist word. Tot zo. Doei, tot zo. Doei, doei. Hey Roel, glitch it now of heb je gewoon een Twitch logo dat jou achtervolgt? Dat is een Twitch logo. Huh? Nou, cool. Hallo. Waar dan? Hi. Ja. Is weer. Hoi hoi. Hallo. Zijn er nog meer mensen aan het sassen of dat niet? Wij hebben gewoon simultaan gesast en we zijn ook simultaan terug. Gesast en gesust. Ik wacht nog eventjes. Maar Rick, leg me even uit wat er in godsnaam in dat imposterpotje misging. Because I don't get it. Ja, wat ik zei. Ja, ik zat gewoon nog een beetje te kletsen met mijn chat. En ik dacht, hey, hier staat iemand dood. En toen dacht ik daarna, oh wacht, misschien komt er iemand aan. En toen kwamen er echt letterlijk 3 mensen aanlopen. Dus ja, oh my god. Ja, was gewoon niet zo handig. Oké, sad. Dus, maar het was ook... Ik heb ook maar 4 uur geslapen vannacht. Dus ik ben niet zo heel fit. Snap ik wel. Hey. Wat je moet doen bij die taak bij communications. Daar heb je één zo'n taak dat je met een balkje naar beneden en omhoog moet schuiven. Oh my god, ik snap er helemaal niks van. Ik snap er daar ook helemaal niks van. Ik heb er echt wel 10 minuten aan besteed. Maar, je moet hem toch gewoon aandoen en dan weglopen. En dan Je moet hem uitdoen, weglopen en dan weer terugkomen. Ja. Dan moet je hem zeg maar aanzetten. En ik moet hem vaak zeggen, maar dan moet je hem aanzetten, weer uitzetten, weer aanzetten. Ah, oké. Okay. Okay. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt, maar... Want bij mij is ik doe hem dan aan en dan gebeurt er niks. En dan, of ik ben gewoon te ongeduldig, dat kan ook echt. Ja, yeah, boy. Ja, hallo. Volgens mij is het gewoon net als die specimen van in... hoe heet het? Ik vind eigenlijk gewoon dat vanaf nu, als mensen die shooty pew-pew task doen, dan moeten ze zichzelf gewoon... van mute of halen. Even pew-pew. Zodat we wel een live pew-pew en bam-bam krijgen. Ja, die soundtracks doen we toch volgens mij allemaal wel. Ja. Die was echt mooi. Ja, ik ook altijd. Pew-pew-pew-pew-pew. Yes.
Oké, okay, is iedereen er weer klaar voor? Ja, zeker. Let's go. Gaan we dan. Woehoe. Ik ga jullie allemaal weer doodmaken. Ik bedoel, ik ben crewmate. Crewmate. Crematie. Hey, what? Ah, herkansing, jongens. Herkansing. Oh, dit date duurt vet lang. Die ga ik niet doen. Die moet ik helemaal niet zijn. Ik ga deze doen. Hier. Oh. Weer heel snel. Die super, super, super snelle woorden. Okay, okay. Waar is dit gebeurd, jongens? Ik heb een vraag. Febe, hoe kan je 3 keer achter elkaar in poster zijn? Dat is bijna onmogelijk. 4 keer. Joh. 4 keer al zo? Nee, tussendoor ben ik 1 keer met Bibi geweest. Ik ben geen imposter. Waarom gaat altijd iedereen direct op mij? Dit is zo sad. Maar waarom is het even potje? Moeten we niet even alles afsluiten? Iemand, maar sowieso iedereen... Iemand neemt nu mijn tactiek over van snel te killen. Gewoon om mij in de vat te lokken. En it's not funny. Liefst, ik loop achter je en lelijk, jij loopt voor me, ik zie je misschien 5 seconden niet. En ineens zie ik gewoon, ik zag dat bloed nog afspatten van medische lichaam. Ik was letterlijk rechts van de map. Waar was überhaupt, ik wie was rechts dood van in... de map, waar was je dan? Want ik heb jou nergens gezien, Ik was echt helemaal aan het begin rechts, van boven rechts. Wacht, ik ga mijn map pakken, want ik ga mezelf defenden. Wat was jij aan het doen? Moeten we niet helemaal rechts? Moeten we niet helemaal starten? Want ik heb het idee dat we in een loop zitten. Ja. Ik was onderweg naar laboratory. Ik was echt in het begin van het haaltje van laboratory. En toen ineens werd er een body report. En er is echt geen bewijs. Ik wou het zeggen, ik ben al in laboratory geweest en ik was helemaal in mijn eentje. Ik vind 4. Nee. Waarom zou ik het dan weer zijn? Omdat er gewoon snel veel jij bent vanavond gewoon mega. Je moet het wel zijn. Ik heb gewoon ook scan voor mij trouwens. Er zit gewoon een dikke bug in. Ik heb ook scan. Dus als jij dan gaat, ja, ik ga even checken voor de scan. Jullie scan. Ik heb ook scan. Ja, ik scan. Ik zie het niet. Maar wat zag iets van Matt B staan in ieder geval. Wat stemmen we nu dan? Op, mag ik zelf weten. Ik vind het niet meer fijn. Laten we straks wel een andere code aanmaken als het Phoebe echt is. Als het weer Phoebe is. Ja, volgens mij is het zo ook. Of ik ben echt een flip. Dan zitten we echt in een loop of zo. Want dat zou toch raar zijn? Ik vind het zo niet meer. Ja, 3 potjes achter elkaar in pasten hoor. Is best leuk. Ik moet nog wel stemmen natuurlijk. Ik was net vergeten. Ja, dat zachter wel hoor. Net zoals dat ik al nooit woordjes geld. Oh, Fiep. Ik ga echt niet meer meedoen. Ik heb het geen zin. Zo sneu. Oh nee, jongens. Nu ben ik alleen. Oké. Nou, ik ga mijn taak afmaken die ik hier aan het doen was. Het lukt niet. Oh, heb ik nog steeds Kitta in mijn titel staan? Ja, ik dacht ook dat ze mee zou doen, maar ze doet niet mee. Oh, jongens, dit gaat echt moeilijk worden, denk ik. Oké, de eerste. Gewoon even veel... het is alweer gefixt. Netjes, jongens. Netjes, hoor. Oh, Rob is dood. Oh, jee. Hallo. Ik zit gewoon waar, Fontje? Waar is het gebeurd? Oh, sorry. Ik weet al die namen niet. Je weet wel waar ze... Ja, die mag je niet meer gebruiken, Hugo. Nee, ik weet legit niet al die namen, maar het is gewoon... Wat zag je? Ik zag jou naar Specimen lopen of zo, volgens mij, ergens waar in de buurt. Nou ja, ik was daar zeg maar letterlijk aan de andere kant. Zeg maar, ik was gewoon... Ik was bij die lichten gefixt werden, waar was je toen dan? Ja, toen was ik bij die lichaam. Maar dat was bij die... helemaal onderin, ik zag je daar.
Nee, ja, dat was ik niet. Jawel, de lichten gingen uit. Toen was ik met Bibi bij MadBase scan. Ja, en toen, daarom. Ik had trouwens geen MadBase scan. Ik had Inspect Sample. Nee, ik dacht wel dat ik nee schudde of zo. Ja. Nee, ik heb het niet. Nee. Maar nee, Ik heb de map Hugo mee. Ging specimen net in. Door dat sluisje. Nee, het was een zout uit. Dat kan niet, want dat was dus... Ja, voordat de lichten uitgingen. Ik dacht daarna. Ja. Ja, dan gingen de lichten uit. Klopt, en het lichaam lag in Southwest. Zeg maar, dat vierkantje. Bij die piratenstuur of zo, weet je wel. Oh ja. Ja, links onderin. Piratenstuur? Ja, I don't know. Je weet al wat hij bedoelt. I don't know how to describe it. Oh, buiten. Maar hoe ben je daar zo snel gevonden? By the way. Piratenstuur. Oké, kom. Oh, jij ging lichten fixen, zeker? Nee, niet eens. Ik was gewoon een beetje aan het lopen. Maar als het goed is... Als het goed is, want die lichten gingen uit. En toen ben ik vanuit Office naar Lights gelopen. Toen ben ik Dionne daar tegengekomen. Die ging, als ik het goed heb, naar beneden. En toen heb ik Lights gefixt. En toen ben ik samen met Rick doorgelopen naar Laboratory. En toen werd er een body gecalled. Ja. En dat was daarbij dat stuur. Met mij. Met Rick. En via waar liep je? Sorry, ik ben een beetje dement. Wij kwamen vanuit Electrical, want ik had Lights gefixt. En toen zijn we samen naar boven langs de dropship. En jullie kwamen van onder of boven? Boven. Van boven. Oh, we moeten zelfs wel even stemmen. Oh, ik heb niet gestemd aan niemand. Nee, ik ook niet. Ik heb random gestemd, sorry, alvast. Nee, gewoon niks gestemd. Niemand heeft gestemd. Nee, helaas. Ik heb gestemd. No offense, though. Geef niet, vriend. Oké. Thanks, bud. Die ronde hebben we overleefd. Ja, iemand vraagt, hoe vaak ben jij imposter? Nou, ik ben niet zo vaak, maar Fiep is het echt super vaak. Ik ga even deze doen. Ik ga mijn best doen, jongens. Ik ga echt mijn best doen. Kijk, wilde ik het weer doen, hè? Maar ik heb het niet gedaan. Wat is druk hier? Nou, ik ga door. Ik durf niet meer. Sorry jongens, ik moet echt eventjes... even concentreren, want dit gaat anders niet goed zo. Doe die kant op. Snel gefixt, jongens. Wel gedaan, hoor. Domme. Kak. Oh. Hola, wat gebeurt? Wat? Is iemand dood? Wat zei je? Rick, zag ik Fenten? Of ben ik helemaal gek? Wat? Nou, ik had sowieso een beetje bij? Op Rick en Onedi, dus... Maar, niet. Waarom op mij? Omdat jullie met z'n tweeën lopen. Maar er is nog één. Niet met Rick. Nee, ja, ik loop helemaal niet met Dionne. Nou, dan ben je helemaal zus, want ik zie je met Rick lopen. Maar zag ik volgens mij één keer toen in het kamertje voor specimen, daarbij dat hoekje, daar zit een vent. Oh, vandaar dat niemand reageert. Ja. Wat gebeurt er? Wat is dit? Niet. Ik denk dat zal die wel of heel erg... Ja, ik dacht ook van... Nee, of gemute. Ik was gemute, sorry. Ja, nee, ik stond inderdaad bij Dionne op die vent, omdat ik daar een taak heb. Daar zit gewoon een taak achter. Maar Ik was er niet opeens. Jawel! Nee, ik was gewoon meegelopen. Oké, ik heb geleerd van mijn vader dat een man zijn stem verheft echt heel omhoog, dan spreekt hij de waarheid. Dus niet zo, weet je wel. Dan is het sowieso waar. Ja, Rick zijn stem gaat omhoog als hij liegt. Ja, mijn stem gaat altijd omhoog. Ik moet hem altijd verlagen als ik mannelijker wil klinken. Ik kan maar... me niet meer herinneren dat ik Rick heb gezien, maar dat is mijn hoofd. Nee, maar even serieus. Dat het Rick en Onedi zijn, want die Onedi kwam ook opeens ervoor. Maar of het kan zijn dat ik helemaal gek ben geworden. Nee, ik had hetzelfde. Maar Bibi, wel. Ik heb jullie niet eens gezien, dus jullie baseren dat echt op... De vent, zeg maar, in dat kamertje voor specimen, als je daarin loopt... Ja, dat kamertje daar links. Ik weet niet hoe dat heet, want ik heb de map moeten opstaan. Ja, daar heb ik wiring gedaan. Ja, daar was ik samen met Onedi. Zag ik Rick uit de vent komen. Nee, dat is helemaal niet gebeurd. Was dat nu net? Ja, dan ben ik echt gek geworden.
Nee, dat was helemaal aan het begin van het potje. Want ik ging daar meteen heen. Om mijn taak te doen. Ja, maar dan ben je zo gefend. Hoezo? Want je ging wel specimen in samen met Ornedie. Wie? Zo kom je dan zo snel daar in één keer weer boven. Is echt ver daarvoor. Ik ben via dat daar, bij dat gat, ben ik daarna naar specimen gegaan. Ik en Saar gingen eruit en jij en Rick gingen samen erin. En Roel was maar ik wilde toen jongens, echt serieus. Ik wilde toen ook een emergency meeting. Zo. Maar Ormak. Jongens, luister, mag ik wat zeggen? Luister. Ik wil nu even wat zeggen en ik ben heel serieus. Wat er net is gezegd, is echt niet gebeurd. Ik heb niet gefand. Ik was wel de imposter, dat wel. Ik heb niet gefand. Ik stond echt letterlijk gewoon daar te doen alsof ik een taak deed. Ik vent nooit. Nooit. Nee, dat is wel waar. Dan heb ik even een vraag. Dat vind ik heel knap. Want weet dat, ik was dus bij specimen. Toen wilde ik een merchie meeting doen. Omdat ik dus dacht dat Jim gefand was. En toen opeens was je ook bij de merchie meeting tafel. Zeg maar daar in de buurt. Dan dacht ik, Ja, maar... dat is echt heel vaag. Weet je zeker dat je niet hebt gefand? Lieve schat, ik ben toch niet achterlijk. Kijk morgen mijn stream. We kijken vanavond mijn stream terug. Ja, we gaan ik zweer het. Ik liep gewoon... Ik liep gewoon via die kant. Goed gevoel heb je. Want het echt was... hoor. Ja. En Febe was het dus toch wel. Ja, Febe was het ook inderdaad. Maar ja, oh my god. Ik heb hem zo in zien, ik zeg het. Echt niet meer leuk, hè? Ik zou echt even een nieuwe code aanmaken, want het schijnt dus wel echt te kunnen. Maar Dionne... Dat we vastzitten in een loopje of zo. Ja. Wacht even. Ik moet er toch vandoor. Ik moet er toch vandoor, dus jullie zijn sowieso van mij af. Nee, we willen helemaal niet van je af, baby. Nee, super gezellig altijd. Doe maar ook een andere map meteen. Maar het is echt niet leuk. Ja. Ik zweer dat het is echt niet leuk om die altijd imposter te zijn. Ja, ik weet nooit waar ik moet doen. Echt waar, zo irritant. Het is niet leuk om beide de hele tijd te zijn, denk ik. Hoe het is ook niet leuk om vals beschuldigd te worden, terwijl je wel de imposter bent. Dat is inderdaad het ergste, kijk. Dat is inderdaad echt het ergste. Maar hoe kan dat dan? Dat verklaart ook die hoge stem. Ik ben het niet! Nou, dat geloof ik. Ik was dat ook echt niet. Tenminste, ik was het wel. Ik had gewoon alleen echt niet gefand. Het was... Nee, die zijn via. Oh. Ik heb het ook wel eens Ik heb het ook op film staan. Nou, gaan we eens even kijken. Oh. Ja, ik ga het terugkijken, oké? Ja. Ik heb het ook wel gehad dat ik voor iemand anders zijn keel werd gefukt. Oh, serieus? Ja, maar dan ben je het wel. En toen was ik het wel, maar dat was gewoon zo naar, omdat ik het echt niet had gedaan. Ja, het zal vast iets van lag zijn of zo, hoor. Het is vast... Maar goed, het was heel grappig. Anders was ik misschien nog wel... Had ik nog wel een keeletje kunnen pakken. Welke map gaan we doen dan? Die normale, want daar ken ik de namen wel. Oké, en dan met 2 impasses of met 3? En Bibi neemt het altijd gewoon op en die edit er uiteindelijk uit video van. Net als Hugo. Hilarisch, ook met 1. Maar dat is te moeilijk. Oh ja, met 1 is ook wel grappig. Nou mensen, ik jaar van door. Gewoon allebei een keer. Ja, niet als 1, want dan word ik het al helemaal nooit. Doei. Of we doen gewoon met allemaal een keer. Dat kan ook. Wat? Allemaal een keer? Eén keer met 1 imposter, 1 keer met 3 imposter en gewoon 1 keer met 2 imposter. Sorry. Ja, maar ik vind 1 niet zo leuk, want dan wordt het echt... Nee, 1 is te moeilijk. Oké, zal ik gewoon weer 2 doen dan? Ja. En dan proberen we ook een keertje 3. Maar ik denk dat 3 in Polis of zo best wel leuk kan zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Oké, ik deel de code. Maar we zijn nu met z'n 9e, toch? Ja, klopt, ja. Ja, ik heb nu Dylan gevraagd. Als het goed is, wilde Dylan joinen als Febe wegging. Oh. Maar... Ik weet niet of hij nog steeds gewoon heel te zitten wachten. Of dat hij intussen ook iets leuks is gaan doen. Nee, wil ik helemaal. Thomas. Thomas. Oh, dat weet ik niet. Nee, geen idee. Volgens mij was ze opgegeven dat ze vanavond niet kon. Maar Dylan is al een type. Hij was er namelijk net al bij. Want we waren per ongeluk met 11 mensen in plaats van met 10 mensen vandaag. Dus Dylan die zei toen van... dan ga ik wel weg. En dan Febe, die kon toch maar 1,5 uur. Dus dan kwam Dylan erbij. Als hij dat wil. Tenminste, hij is welkom. Nice. Dus we wachten nog heel eventjes.
Nou, toen was het echt heel stil. Ja, ik zei mijn microfoon stond heel... Ja, ik was even tegen mijn stil. En ik was weer gemute. Dus jij was alweer de hele tijd aan het kletsen zonder... Nee, het valt wel mee. Ik zei alleen maar van... dus we wachten nog heel eventjes. En toen dacht ik, niemand zegt wat. Nou, het zal weer mij liggen. Maar dat lag dus weer aan mij. Dylan die zegt, ja, ik moet eigenlijk ook nog vet veel schoolopdrachten afronden voor 12 uur. Dus het gaat hem echt niet worden. Geef niks. Ik zal even vragen of iemand mee wil doen. En anders dan doen we met z'n negenen. Ja, ik denk dat ik zo ook nog even naar de supermarkt moet. Met de wc-papier. Is bij jullie de supermarkt nog open dan? Tot 10. Oh, oké. Okay. Oh, dan moet je opschieten. Ja, nou, dat is echt 5 minuten lopen. Dus... Oké, dat scheelt. Als nou, dan ga ik hem in ieder geval snel starten dan. Oké, dit wordt de laatste. Ja, is goed. Oké, jongens. Succes. Succes! Dan wordt het misschien een keer een korte avond streamen. Ja, misschien dat we dus niet zo heel lang gaan. Of misschien bedenken we iets anders leuks om te doen, dat kan natuurlijk ook. Maar voorheen was het natuurlijk elke keer dat we 3 uur bezig waren. Oh, in 1 keer jongens, in 1 keer. Ik hoop voor Dionne dat zij het is. Oh, de lichten zijn alweer stuk. Nou, netjes gepikt, jongens. Even mijn taakje doen. Ik heb niks te doen. Kijk maar. Kijk maar even of je gekild is of niet. Ik was het niet. Kijk. Leuk. Oh, dubbel keeltje. Hey. Oh, ja, dat weet ik. Ik had ook 3 kills. Maar heb ik allebei niet gezien? Nee. Welke is gereport? Ik heb Rob gereport. En Rob lag zeg maar rechtsboven in cafeteria. Lag Saar erbij, dus was het een dubbel kill? Nee, ik heb. Nee. Zalig liep bij. Oké. Waar was iedereen? Laten we even een rondje gaan. Kreetje, waar was jij? Ik was in Electrical samen met Meli. Toen heb ik daar de lichten gefixt. Toen kwamen Roel en Rick, die kwamen erbij. Ik heb Roel en Rick achtergelaten in Electrical. Ja. En ik liep net op weg richting... waar ging ik heen? Nou, volgens mij was ik nog niet zo heel ver. En toen was hij al gereport. Ja, ik liep dus echt richting weapons. Admin was weapons, het. Weapons, okay. Oh, je kwam van weapons. Ik wilde... Nee, ik kwam van electrical met creatic. En toen ben ik omhoog gelopen naar weapons. En toen kwam ik erop. Oké, ja, ik ben... Wie ben jij dan? Oh. Of was hij storage om de chest te doen? Storage, Ik ben rechtsonder geëindigd. Oké, en ja, Rick zag ik, want ik deed die silent set. Ik was echt net klaar. En toen liep hij zeg maar in die gang. Detectives ja, naar boven. Ik ging, ik ging mijn fuel doen. Ik denk niet dat Rick het is, eerlijk gezegd. Dank je. Zeg maar deze kill dan. Oké. Okay. Het waren de 2, hè? Dus weten niet waar Saar is. Saar hebben we dus nooit gevonden. Nope, nee. En dan gaan we ook nooit meer vinden. Sorry, Saar. Arme Saar. Oké, en ik heb ook geen idee. Ik vond Meli wel een klein beetje sus in Electrical, maar dat was meer omdat ze zo stond te kijken naar hoe ik de lichten stond te fixen, zo stiekem achter die lokkertjes. Ja, ik wilde... En je stond daarvoor zo stil, pal voordat de lights uitgingen, zeg maar. Ja, ik had die wiring en daarnaast had ik ook die tag, zeg maar. En toen ging de lichten uit en dacht ik van, oh my god, misschien wordt wel iemand gekild, dus ik wacht eventjes. We moeten wel afstemmen. Oké, laten we skippen. De 7, het is toch 7 man, dus. Oké. Okay. Ik vind het wel wel grappig dat Hugo zo de leiding neemt. Echt, hè? Zo, is dat sus of zo? Nee hoor, ik vind het grappig. Nee, het is gewoon... Zo ben jij niet. Ik wilde zeggen schattig, maar dat vond ik dan weer zo lullig klinken. Zo ben ik niet, wauw. Nee, grapje. I take it as offensive stuff. Dat ging lekker. Oh, ik ben dood. Ja, daarom zit ik op school. Hoe kan ik dood zijn? Oh, oké. Nou, even mijn taakjes afmaken. Yeah.
Ik denk dat ik het weer ga redden om alles te doen voordat ik dood ga. Nee, ik denk het niet. Ik moet een fuel engine hier, lower engine doen. Er ligt vast een dooie hier in electrical. Bibi? Pas op, hè, Bibi. Creatchick? Nee, niks ervan. Ze is niet dood. Ze is niet dood. Ga ik nu dood? Oh, dat gaat lekker. Oké. Okay. De body lag in Med Bay en ik denk dat het een vent kill is. Dus de killer is of in de vent aan het hiden, of hij is dus nu in electrics of security. In electrical waren Bibi en Rick. En Rick liep met me mee richting storage. Bibi was daar een taak aan het doen. Oké, okay, dus ja. Het is geen double kill, denk ik. Bibi, was Rick al daar toen jij daar kwam? Maar het kan ook een oude body zijn. Het kan ook gewoon dat iemand vanaf de cafeteria gelijk aan Rick was geweest in het begin van de game. Toen was daar sowieso nog niks. En zo heel lang zijn we deze game. Ja, dit is sowieso een fresh kill. Dus ik denk wel... Maar, dat ik safe ben, zeg het maar. Nou ja, het zou natuurlijk kunnen dat je gefant bent, dat je daar al was en dat Bibi er daarna bij kwam. Vandaar dat ja, als die andere body in security ligt, dan zijn het sowieso Bibi en Rick. Nee, maar er is geen andere body, want Meli hebben er net uitgestemd en Rob en Saar waren er al. Oh, ja, Meli hebben er net uitgestemd. Ja, ja Meli had wat? Drie stemmen van de... Wat? Ja, oh, ik heb er iemand had gestemd en ik denk dat de imposter sowieso... Ja, Meli is dan geskipt en drie mensen hadden op jou gestemd, Meli. Hoe heet dat middelste gedeelte ook alweer, onderin? Storage? Trash hebben zo. Storage. Oh ja, storage. Nou, daar was ik. Ik ben van admin naar storage gegaan. Sowieso nog. Ah nee, wacht. Ja, ik weet niet. Ik denk dat er nog twee. Oh nee, zijn er nog eentje? Ja, denk ik. Ja maar als Meli. Ja, als Meli niet goed is, dan zijn. Dan is Bibi op Rick toch? Maar als Bibi, voor het laatst. Was Rick al in electrical toen jij daar binnenkwam? Ja. Wat stond hij daar te doen? Dat weet ik niet. Hij stond een beetje. Net voor het midden. Ja, maar... Okay. Nee, dus. Ik kwam namelijk net aanlopen. Toen Hugo me de vorige ronde zag... Toen was ik bezig met fuel van Upper Engine. Die heb ik afgemaakt. Daarna ben ik naar... Wacht. Heb ik wat gemist? Wat was je aan het doen? Vorige keer, de vorige ronde, dat je me foutje, dat ik langsliep. Toen stond jij in reactor, zei je. Zijn we 6 te doen. Toen liep ik naar boven. Upper Engine fuel te doen. Ja. Maar dat heb ik niet af kunnen maken. Dus dat heb ik net afgemaakt. Toen liep ik daarna naar beneden. Ik ga voor Rick. Ja? Toch wel? Ja. Het is niet mijn avond vandaag, maar ik ben het echt niet, jongens. Ik ben weer klaar met zijn stemmen. Wie is op mij? Ah ja, never mind. Wat is dit, joh? Waarom? Ik was zo... Ik doe helemaal niks. Ik zeg het toch. Yeah. Wij stemmen al onze crewmates uit. Niemand denkt dat Dionne ooit nog in kampen wordt. Dus niemand denkt Dionne. Ik zei nog aan het begin, ik hoop echt dat Dionne het is. Maar, ja, ik had wel op Hugo gestemd net in het laatste potje. Maar ik had Dionne niet verdacht. Het was dus, toch wel verdacht dat Hugo de leiding nam. Ik stond gewoon nog bij de tafel. Hey, Dionne, betekent dit dat de vloek verbroken is? Ik denk het. Je bent imposter geworden in de skeld. Hey, hier zit het. Hey. Ja, dan moet ik echt van een potje doen, vind ik. Ja, maar echt. Nou, ik moet wel echt naar de supermarkt. Anders heb ik geen toiletpapier meer. Nee, dat, dat is lastig. Nee, dan wordt het blaadjes uit de tuin. Je gaat ook zoveel naar de wc. Schuurpapier. Ja, drie en half uur live. Op de wc, toch? Dus ja, dan krijg je ik neem een hele stream mee naar het toilet. Dan gaat het hard hoor, dat wc-papier. Ja, maar echt? Oh, nou, ga snel. Dus al die mensen moeten ik vond het super gezellig. Ik hoop dat we snel weer samen kunnen komen. Ja, gezellig. Nou ja. Wie heeft de code laten lekken? Oh. Bij mij staat er een gifje voor. Bij mij staat er ook een poppetje voor. Ja, bij mij staat er ook een poppetje voor. Ik ben niet aan het streamen. Dionne heeft de standaard. Ik ben niet aan het streamen, dus ik ben sowieso niet zus. Oh. Oh, is Dionne al weg? Hoe is Ze had echt hoognood. Ze is al weg. Maar we kunnen er wel uit. En dan gaan we gewoon weer opnieuw. Nou ja, Leo, laat Heider er maar in zitten. Laat Heider maar lekker. Ja hoor. We gaan gewoon Heider eruit stemmen. Kom, let's go. Ja. Okay. Meteen. Let's do it. Heider is de imposter. Ik weet het zeker. Oké, wie de imposter is, gaat killen. Ja, goed zo. Ja.
Arme Heider! Rick, 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 Ja hoor, en terecht. Moet je maar niet bij onze game erbij komen. Ja, inderdaad. Echt, Rick en ik zag een melee killen. Ja. Ze stond daar te doen alsof ze een taak deed. Ja, en toen zelfreport ze gewoon, maar ik hoef haar niet eruit te stemmen hierdoor. Nee, wordt ineens op mij gegooid. Nee. Wacht, ga je het zo spelen? Nee. Wie, Rick? Ga je het zo spelen? Dit is te obvious. Rick en Hugo, die denken gewoon van, oh ja. Leuk. Oké, maar dan stem ik nu een keer Hugo de eerste. Kan Rick ik ga ook, ja, ik ga ook voor Hugo. Ik ander. Sorry okay. Hugo, we jongens, hebben het geprobeerd. Ik ben een beetje bleek, wat is er met mijn kleur aan de hand? Dankjewel Hugo. Sorry. Ja, zeg, wat gebeurt hier? Iemand zegt in de chat, Heider is toch de kat van Jamila? Maar dat klopt volgens mij wel. Ja, die speelt mee. Is die kat van Jamila aan het spelen? Gezellig. Jamila is aan het stream snijpen. Dat zou kunnen. Die kat is nu in ieder geval dood. Ja, wie weet. Het zou kunnen natuurlijk. Het zou wel grappig zijn. Oh, wacht. Wat doe ik hier? Want ik heb hier helemaal geen taak. Ik moet natuurlijk helemaal niet hier zijn. Ja, ik doe het met B. Wat is dit? Die sample? Atza. Oh, let's go. Hey, pieps. Ja, gelukt? Oké, dan. Doe relaxed, joh. Doe chill. Doe rustig. Doe nou relaxed. Doe helemaal niks. Oh, Heider. We gaan deze even doen. Trash. Waar ga je heen? Dat is de verkeerde kant op. Waar ga je heen? Ah. Oh, die is met Hugo! Met nee, natuurlijk niet! Ja. Ah, ik was het niet eens. Hugo was een, was een bro. Ik zag Rick voor mij Heider killen. Ik dacht, oké, ik moet hem deze gunnen. Dat was de afspraak. Maar ik zat nog te denken, want ik dacht nog van, we stonden allebei in navigation en er stonden twee andere mensen. Toen dacht ik, oké, gaan we dubbel kill doen? Toen dacht ik, maar als jij nog een kill cooldown hebt, dan is dat echt, dan zijn we echt een lul. Dus ik dacht, oké, nee, geen goed idee. Ik zag een reactor afgaan. Ik dacht, oh, ik ga naar de rechterkant. En wie komt daar vandaan? Rick. Ik denk, oh, mooi, ik ga daar een body vinden. Kwam Rick in één keer achter me aan. En ik rennen, jongen. Nou, toen was ik dood. Ik was de body. Ik was zo dom. Ik weet inmiddels dat dat niet werkt meer. Dat deed ik inderdaad een keertje. En toen meteen zei je dat. Dacht ik, oh, nou, ik doe dat niet meer. Dus dat was in dit geval ook niet zo. Totdat jij doodging. Maar dankjewel, Hugo. Dat was echt een bro move. Dat was echt netjes. Yes, sir. Ik maakte echt letterlijk precies een kill toen die reactor afging. Maar ik maakte die kill in reactor. Ja, oh, sorry. En nu? Sorry. Ik was rustig mijn taak aan het doen. Hup, nek eraf. Oh, dankjewel, Tessa. Ja, dat ik was alleen maar aan het vluchten voor Rick. Hé, Altika wil graag meedoen. Dus ze zegt dat ze nog iemand nodig is. Oh, ze zit er al in. Hi! Hallo! Snel, hallo! Hallo! Nou ja, de code staat in de je weet waar het, je weet hoe het werkt. Ja, is goed, ik kom er aan hoor. We zitten nu in de Skeld trouwens. Hebben we ooit net die andere map gedaan? Niet de Polis, niet de Skeld, maar die andere. Ja, die Mira, ja, maar die ja, niemand wil die spelen. Die wil potje en niemand wil die spelen. Mij maakt niet uit hoor, maar ik moet wel zeggen, ik vind daar die lange gang wel irritant als die reactor afgaat. En dat je ja, dat haat ik wel aan die map.
Ik moet even een standaard skin hebben. Dit wordt mijn standaard skin. Ja, oh, dat wilde ja, ik je wat nog een vragen, goed idee. Want ik dacht dat ik je ga natekenen. Dan wil ik wel weten wat jouw standaard skin is. Oh, dit is dus... zo leuk. Dat is echt leuk. Ah, nou, ik wilde je dus eigenlijk vragen of je niet gewoon eventjes een favoriet poppetje met een toffe outfit wil samenstellen. Want ik weet niet of je er echt super tof uit gaat zien met die oren zo. Oh ja! Oh ja! Dus ik denk voordat je zo meteen een poppetje getekend hebt waarvan je denkt... Met dikke geitenoren. Ja, precies. Denk, maak even iets leuks. Iets waarvan je denkt, oh, ja, dit wordt hem. Kijk, nu lijk ik op je gewoon. Sorry. Oh, de vogel wow. Is op je hoofd. Ja. Als je hier neemt, dan werkt dat een leuk idee hoor. Met van die eieren in je haar. Ja. Die vogels die er half uitvliegen. Een leuke. Is dit leuk? Nee, dit is een beetje raar. We zitten inmiddels alweer vol. Welkom, wat leuk dat je mee bent. Thank you. Oké, we wachten even tot Bibi de perfecte skin heeft bedacht. Oké, wait a second. Ik kan nooit... Het is gewoon gelukt, jongens. We hebben gewoon een imposterpotje gewonnen. Hoe dan? Dat is leuk. Of dit. Dit heb ik vaak. Ja, zo doe ik je altijd inderdaad in de thumbnail met dat hoedje. Maar dan wel in het roze, maar... Dat... Ja, ik was ook eerst altijd roze, ja, maar... totdat Rob is echt... Die wil per se roze. Rob, die komt nooit van de roze af. Nee, want dit wordt mijn vaste skin. Oké, nou, top. Dan ga ik die onthouden. Ja, heeft iedereen het ook gezien in de stream. Dit is hoe Bibi er favoriet uitziet. Ja, we weten het allemaal. Ja, hij is wel leuk. Je ziet eruit als in een safari. Mag ik alweer een ander pak aan? Ja hoor, doe jij een ander pak. Oh nee, niet weer dat kinky kostuum. Nee. Hallo? Oh, ik heb mijn bikini weer aan. In dat tanga stringetje. Het is echt zo verschrikkelijk. Hallo? Ik ga snel starten. Ja, ik weet het ook alleen maar omdat wij het allemaal zo lelijk vinden. Hè? Echt vooral daarom. Yep. Zo intens. Yes. Ik was je volgens niet omdat ik imposter ben. Oké. Okay. Oh, we gaan wel een swipecard doen, dat is wel een goeie. Sweep. 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 Ja, het is me gelukt. Yes. Oké. Okay. Door naar de volgende. Deze hier. Kijk, Hugo ga ik natuurlijk niet killen, hè? Want die heeft me net geholpen. Oké, okay, wat moet ik doen? Inspect sample. Ja, oké. Okay. Maar dan misschien is het niet zo handig als ik de hele tijd ergens anders ben. En wie is eigenlijk met mij de killer? Attica, hè? Ja, we moeten wat doen. Kom, we gaan wat doen. Netjes, wat bezig. Oké, waar lag hij? Ah, wie is er gevonden? Rob, toch? Meli? Ja, Rob is... Meli? Meli! Oh jee. Oké, dan moeten we nu een constatering doen zonder bewijs. Ja, maar Hugo, was jij niet met Meli? Toen jij liet mee met Meli, toch? Ja, heel even in Madbay en toen liet ik erachter. Dus het is sowieso waarschijnlijk ergens in cafeteria. Ja, zeg maar die gang boven Madbay. Ja, ik dacht van hudder, ja. Toen liep zij cafeteria in, dus waarschijnlijk is die body ergens rondom cafeteria. En toevallig, Bibi, nu je het net mentioned, zat jij ook in cafeteria. Ja? Nee, dat is helemaal... Oké, als je dat gaat ontkennen, dan krijg je nu al mijn stem. Maar ik moet me even... Want ik ben ook een beetje dement, net zoals jij net. Bibi, je bent 12, nu krijg je mijn stem. Ja. Oh, jij bent 6 stemmen. Jongens? Ja? Ik ga het doen. Horen jullie dit? Ja? Ja. Oké, top. Sorry, ik had even audio problemos. Geef niet. We waren maar benieuwd wie je had gevonden. Navigation. Oh, oké. Okay. Niet, maar dan ben ik het ook niet. Ja, Hugo ook niet. En nu hebben jullie op elkaar gestemd. Ja. Nou, lekker dan. Broer en zus liefde. Ja. Ik kan Saar foutje. Ja, ik was met Roe en Admin.
Oké, okay, ja, ik heb Hugo gezien en Attica. Hugo die stond in, hoe heet het daar, storage. Ik weet niet wat... die ding te doen, dat benzine gebeuren. Oh, oké, okay. Ik dacht dat je die taak daarboven aan het doen was, maar je stond zo ver van de muur, dus ik dacht, ja, ik weet niet waarom dat... Ja, waarschijnlijk een glitch, maar ik deed alleen die benzine... Oh, oké. Okay. Dus ja, maar ik denk eigenlijk niet, ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat het Saar en Roel is. Wat? En dat is een gok, hè? Dat is een gok. Nee. Oké, maar moeten we voor nu skippen dan? Ja, voor nu skippen gewoon. Maar dat keep an eye on them. Wait. Ik heb netjes geskipt, hoor. Ja, weet ik. Oké. Ik ga mijn taakje afmaken, denk ik. Hier, mijn taak die ik nog hier moet... spect sample. Ah, nee, nu kan ik inderdaad Maris niet killen. Want dat heeft Attica al gedaan. Oké, we gaan het doen. Handig dit. Ik had niet gezien dat er zoveel stonden. Shit, dat was niet handig. Dat was niet zo handig. Dat was niet zo handig. Kom, we gaan naar beneden, Biep. Oh, het is al gefixt. Oké, we moeten wel even wat... Ik heb de body gevonden in electrical. En verder heb ik niemand gezien. En okay, nu val jij niet achter me aan, dus je weet dat ik het niet heb gekild. Ja, en Bibi weet ook dat ik het niet ben. Dus Bibi en ik zijn sowieso allebei niet. Maar dus, en ik liep daar ook. En Attica liep daar ook. We liepen met z'n allen daar. Ja, dus... ik weet vrijwel zeker dat Saar het is. Dat zag ik al. Dat is echt niet waar. Ik ging naar Mad Day toe om die scan te doen. En vervolgens ben ik gelijk doorgegaan naar Reactor. En ik heb in Reactor lopen wachten om die scan te fixen. En toen werd er een body gereport. Het is Saar. Okay. Sowieso niet. Ja, poot me er maar uit. Ja, maar we liepen wel met z'n allen daar beneden, dus het is wel heel... Of ik ben echt dom, maar... Oké, als ik het fout heb, I'm sorry, maar ik denk niet dat ik het fout heb. Ik denk wel dat hij het fout heeft. We weten in ieder geval wie het wel is. Jij. Oh, die Attica is een killer, joh. Ja, maar het eerste potje erbij, huppa, meteen iedereen doodmaken. Nou, Attica, wat slecht je weet, hé. Hoppa. Dat ging wel goed. Je wil niet weten weken wat ik vanavond allemaal heb uitgespoten, dus dan was dit mijn straf, hoor. Oh, jongens, netjes, wat leuk. Hoor. You did it! Woehoe! Jij bent vaak imposter geworden vanavond al. Wie, ik? Ja. Ja, had ik goed. Maar één keer nog. Ik 0. Oh, Roel. En Saar, jij? Ik 1 keer. Ja, ook 1 keer. Nou, als ik je... nog 2 keer, maar. Ik wou net zeggen. En Meli ook nog niet, hè? Nee, ik ben nog geen 1 keer geweest. Nee. Zal ik hem snel starten? Ja, goed idee. Voordat je chat gaat spammen. nee, gaat nog goed. Oh, jawel, ik zie alweer 1 keer. Start! Succes! Zo. Swipe card.
Jongens. Superleuk dat jullie allemaal nog steeds zitten te kijken. Het gaat vandaag ook wel oké. Het eerste potje imposter was eventjes inkomen, even wennen. Maar inmiddels gaat het weer. Ik denk dat ik weer alweer over mijn slaap heen ben. Toch ben ik nog steeds wel benieuwd hoe... hoe die... hoe heet ze nou ook weer? Of hoe heette hij nou ook weer? Hyder, hoe die erbij was gekomen. Sneaky snack. Dat was wel grappig. Oké. Ik zie Rick bij Communications. Heet dat volgens mij die down the test doen. Ik loop verder. En ik zie Saar dood in O2. Dus Rick zit sowieso niet. Dat klopt. Moet Rick meteen erbij gehaald worden? Nee, maar dan misschien als Rick mij zag, dan kon hij ook een soort van mijn verhaal bevestigen. Ja, ik heb je alleen voorbij zien lopen, want ik was bezig met die taakjes daaronderin. Ik denk namelijk dat het een self-report is, want Hugo loopt echt mega sus. Hugo, die loopt de hele tijd mee. Hij doet geen taken. Hij loopt de hele tijd te checken. Maar hij gaat er lekker vol in. Dan zie je hem erheen lopen en toch weer weggaan. Maar zeg maar, Hugo die speelt detectiveje. Nee, luister, ik wil net uitleggen. Ik ben nu ook aan het opnemen. Je moet even. Ik zit nu heet het. Ja, ik zit iedereen te. Hoe zeg je dat? Te beoordelen, weet je wel. Daarom ben ik een op hoe iedereen speelt. Sherlock aan het zijn. Ja, ik ben een beetje Sherlock Holmes aan het zijn. Maar net ging het ook wel niet goed. Want de enige die wel innocent was. Had ik eruit gestemd, maar goed. Ik weet nu wel goed te doen. Oké, maar Sherlock heeft dus een body gevonden. Ja, die heeft hij niet zelf gekild. Sherlock is geen moordenaar. Dankjewel, Thomas. Heb je weer een abonnement weggegeven? Ja, Sherlock. Toch vind ik je er wel eng uitzien, hoor, met die lamp op je hoofd. Ja. Goed bezig. Ik vertrouw je echt totaal. We gaan goed de goede kant op. Ik denk dat het gewoon niet uitmaakt wat je aantrekt. Ja, ik denk dat het door mijn naam komt of zo. Ja, ik zei toch dat de beste moderator was? Ja, dat zei. Thomas. Maar ik vind Meli wel verdacht. Dat is het enige wat ik nu kan opmaken. Omdat? Ja, Sherlock, ja. Sherlock dingetjes. Ik ga natuurlijk niet de theorie erachter zetten. Ja, jij zegt laatst ook tegen mij, toen was ik een bang aan het spelen. Ja, die is imposter. Dat vind je niet goed. Admin swipe en toen naar electrical. Toen zag ik Bibi ook. Dezelfde taak toen als ik. Toen ben ik volgens mij naar links gegaan. Ja, zoiets als. Ik ben er niet helemaal bij, dat weet ik al. Sorry. Geef niet. Ik heb als Meli wel de imposter heeft, dan laat ik er nog even in. Want het is eindelijk imposter. We stemmen op Hugo. Nee. Maar niemand heeft... Eén iemand heeft het opgezegd. Ja, zo is het. Maar niemand altijd één stem. Hey, want wij zitten ook gewoon altijd zelf. Nee, ik concentreer het nooit op mezelf. Ja, waarom zou je? Waarom zou je dat doen? Even laat afmaken. Ik kijk de stream via mijn laptop en ben mijn hele huis aan het schoonmaken. Rare gewoonte. Ja, maar dat is toch juist super handig? Misschien is het dan wel handiger om op een mobiel te kijken, omdat dat iets mobieler is. Maar verder... vind ik het niet zo gek hoor. Het is toch lekker? Gewoon dat domme geklets op de achtergrond. Een schreeuw. Gezellig. Lekker taartjes doen. Lekker niet verdacht zijn. Lekker niet verdacht zijn. Hup, deel, roze. Rood. Yes, let's go. Het zal toch niet Attica zijn, hè? Niet twee keer achter elkaar, dat kan toch niet? Hey. Oké. Ik wil helemaal niet. Maar ja, als ik niet ga, dan denken ze weer dat ik helemaal voor niks moet ik weer helemaal terug, jongens. Hele pokken eind weer lopen. Net mijn fuel gedaan. Jongen. Oké. Upper engine. Yes, en dan moet ik zeker weer nieuwe fuel halen. Ja, natuurlijk. Oh, jongens. Meli voorbij zien lopen. Bibi eronder in. Ik zei het, hè? Ik zei het. Het zal toch niet Attica zijn, hè? Twee keer achter elkaar.
Ja, even een F in de chat, jongens, want dit... Hé, is er bij niemand jarig? Ah, mekaar. Hey, nog een dooie. Ja, eindelijk. Goed gedaan. Jongens. Oh my God. Jongens. Wat twee mensen op cam en ze zien het niet. Hoe dan? Daar lag echt een body op cam. Ja, dat is wel knap hoor. Oh ja. Ik, Marijs, je bent gemute voor als je weer tegen iemand praat. Oh, hallo, daar ben ik. Ja, tuurlijk was ik aan het praten. Ik praat altijd. Hey, Adinda. Kitta zit ook in de... Ja! Yeah. Hey, wat gezellig! Ja! Yeah. Hey, ze is er al hoor, sneaky snack. Oh. Ik ben eindelijk klaar met de filmen van de video. Oh, goed bezig. We zijn aan het opnemen. Ja. Yeah. Leuk, mogen we alvast weten wat het wordt? Het wordt iets met een nagellamp. Zo'n UV-lamp. Oeh. Oeh, leuk. Oh, oké. Okay. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Maar is het goed gelukt? Ja. Ah, nice. Dat is fijn. Yes. Nou, welkom. Wanneer is het klaar? Wanneer staat hij online? Wanneer komt hij online? Staat hij online? Dan duurt lang. Denk ik. Duurt het okay. Lang? Ja. Hey, Saar, die is er weer uitgegooid net in het vorige potje. Ja. Nog niet bij. Oh. Ja, oh. Echt zo vaak vanavond al, hè? Ja, echt vervelend. Ik ga helaas er ook vandoor, helaas. Oh. Oh. Hey, was wel leuk dat je meedeed. Ja, eindelijk weer iets. Yes. Doe echt wel, hoor. Nou, ja, hè? Dan ga ik meedoen dat ik er niet uitgekikt word. Ja. En dan gaan we kijken of je het ook kan streamen. En dan kijken we even hoe het werkt. Ik weet ja, het ook precies. Niet. Dan ga ik even goed voorbereiden. Ja, leuk. Nou, thanks voor het meedoen. Was gezellig. Echt super bedankt. Deed nog veel plezier. Ja, dankjewel. Doei. 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 Zo, die is eindelijk weg. Oh, ze was nog niet weg. Oh. Arme ze mee hoor, Saar. Als je dit terugkijkt in de stream. Zijn maar grapjes. Is maar een grapje. Nou, gezellig. Zal ik hem weer starten dan? Hey Hugo. Zei je trouwens niet dat je maar een uurtje meedeed? Ja, time goes fast, no? Moet ik maar weer op start drukken? Nee, dit is mijn laatste potje. Oké. Ik ga het laatste potje is nooit het laatste potje hier. Ja, daarna komt het allerlaatste potje. En het allerlaatste potje. Zo, ik ben het een keer niet. Verrassend. Als het goed is, doet hij het weer. Ik heb hem net even gestart. Ik weet nu ook waarom ik waarom mijn andere ding het niet doet. Eigenlijk hetzelfde probleem als vorige keer. Ik heb zeg maar iets gemaakt dat als mijn microfoon gemute is, dat mijn poppetje dit doet. Dat leek me wel tof. Maar, Godverdorie. En dat werkt uiteindelijk ook. Alleen, ik had hem gekoppeld aan het verkeerde kanaal. Ja, moet ik het echt gaan vertellen of geef jezelf gewoon eerlijk toe hier zo nu? Hè? Waar nou, heb je het over? Zo, Rob en ik waren samen weapons aan het doen. Rob die loopt naar beneden en in één keer gaat de reactor af. Ik zie Kitta keihard voorbij rennen. Dus ik denk, hey, dit is weird. Dus ik ging niet naar reactor. Ik doe 3 passen naar beneden en daar ligt al een roze lichaampje. Dus vertel. Daar zeg ik, moet ik dit echt nog vertellen? Of vertel je het Ja, je hebt het net al verteld. ja, slechte start. Oh, wel eerlijk. Ja. Maar dat is ook echt heel naar. Als je ergens inkomt en je bent meteen imposter. Dan is iedereen ook mega scherp. En dan moet ik jij dacht, yes! Imposter! En toen ja, ik oh, oh. Oh nee, dan ben je er weer als eerste uit. Oh ja! Oh. Succes. Oh, dankjewel. Taakjes afmaken. Wat leuk. Kitten doet mee. Meteen imposter. Oké, maar wat ik dus wilde zeggen, dat ik net onderbroken werd door iedereen, is dat... Ik ben niet gemute. Dat ik dus hem gekoppeld had aan het... Of heb nog steeds aan het verkeerde kanaal. Oké, hier gaat het goed. Oh, ik heb scan. Oké. Oh, wacht. Hé, ik heb... Hoe kan die gozer nou alweer...
Ja, die body lag helemaal links on bij lower engine. Heb je iemand gezien? Is alleen Rob dan dood? Toen ik net reportte? Hugo was toen ook dood. Oh, ja. Wel. Oh, sorry Hugo, ik heb nooit gezien. Ik denk meer van anders is er nu een dubbelkill gemaakt, dat kan toch niet? Maar oké, okay, nee, oké. Okay. Nee. Nou maar. Never mind. Nee, ik heb niemand... Rick is ineens dood. Wanneer ga ik beginnen met rolschaatsen? Zodra het weekend is waarschijnlijk. En hopelijk een beetje lekker weer. Want de laatste meer, paar keren... Geen informatie meer? De laatste dagen is het echt heel erg nat geweest. Nee, sorry. Ik liep gewoon naar... Ik had mijn fuel gedaan en ik had de lower al gedaan. Dus ik wilde naar boven. Oh nee, grapje, andersom. Ik had het upper al gedaan, dus ik wilde lower doen. Dus als ik dat fix, doen de meldingen van Bits het wel. Nee, want dat heeft weer met iets anders te maken. Toen kwam je uit storage. Ja, ik kwam uit storage. Ik denk dat Bibi wel safe is, want ik was met Bibi helemaal aan de rechterkant bij Navigation. Ja, welke spellen speel ik nog meer? Wacht, geef zoveel antwoord op als ze gestopt zijn met kletsen, oké? Okay? Dus. Nee, nou, weer Attica. Nee, ik was in Electrical die download task aan het doen en toen werd de body gereport. Waar was jij, Roel? Ik was bij het gangetje van Medbay toen de body werd gereport. Dus je hebt gekild in Lower Engine, toen ben je snel via prachtig, Iris, de vent gegaan van Electrical richting Medbay? Nee, dat ik denk dat Attica gewoon van lower engines naar boven liep naar security en dan snel naar naar engines. Ik zag ik jou. Ik denk dat het een self-report is. Wat door mij? Oh, dat... Ja? Nee. Zou wel leuk. Nee. Zijn. Nee, dan ben ik eindelijk een keer imposter. Ja, dat zou leuk zijn, ja. Nee, je bent nog geen imposter geweest. We weten allemaal dat zij het niet was. Dus de kans is steeds groter dat Meli het moet zijn, toch? Of ja, de kans is steeds groter, maar die kans is dit keer ook niet uitgekomen. Maar ik heb geen idee, jongens. Ik ga voor de self-report. Ik ook. Wat? Ja, dan ga ik het Sukkels. Doei. Wat? Ja, precies voor deze reden dat ik er nu niet uit word gestemd. Want ik ben het niet, gewoon. Bewijs het maar. Ja, ik was dood, jongens. Ik ben gekild. Door Roel. Welke spellen speel ik nog meer? Daar zou ik even antwoord op geven. Ik speel hiernaast nog Raft. Spelen we nog live, zeg maar. Rocket League speel ik. Call of Duty. Ik speel eigenlijk best wel veel spellen. Ik heb Cyberpunk, wat ik af en toe speel. Maar ik speel alles een beetje, zeg maar. De enige spellen die ik echt fanatiek speel op dit moment, dat zijn Rocket League, Among Us... en Raft. En daarvoor heb ik een tijd Call of Duty wel actief gespeeld, maar ja. Ik vind heel veel spelletjes wel leuk. Dus ik ben niet zo heel moeilijk. Anno speel ik ook. Anno 1800 en al die oude versies. Maar ik hoop dus dat het dit weekend wat lekkerder weer wordt. Dat ik wat meer tijd heb om dingen te gaan doen. En mijn rolschaats een keer uit te proberen. De kindjes die doen dat gewoon als het nat is, maar dat ga ik niet doen. Ik ga niet in de regen, zo leuk vind ik het nou ook weer niet. Nou Nienze, dan gaan we dat een keer spelen, Rocket League. Dat lijkt me wel leuk hoor, de stream. Daar zeg ik geen nee tegen. Weer een body. Weer? Ja, dus weer een self-report. Nee, dat is niet weer dat kan dan niet, want wij zijn de hele tijd met z'n drietjes bij elkaar gebleven. Oh. Oh. Wie zijn de imposters? Ja, alleen Roel weet ik dat voor zover ik weet. En de deur ging dicht, toen wist ik Roel! Maar Roel stond... Maar, ja. Hè? Nee, het is echt, Roel, als er één deur dicht gaat, word ik al verdacht. Ja, maar je was het ook. Ja, want je stond daarna op camera's. Dus, en wij konden daar niet één vanwege de deuren. Het enige is die deuren. Als iemand anders die deuren dicht doet... Ik was niet eens de deuren mee bezig en ik werd al verdacht. En we zijn nu de hele tijd bij elkaar, toch? Ja. Ja, zie, het klopt! Yeah. Ja. Ja. Nou, je bracht me nog heel veel aan het twijfelen. Ik zat heel veel arme Roel. Ja, helaas. Ik was de kamer uit elkaar splitsen door de deuren dicht te doen, maar ik maakte je alleen nog maar meer zus door de deuren. Ja, anders hadden we ook op hem gestemd, want wij waren heel veel met de drietjes bij elkaar gebleven, dus ja, het moest wel. Ik zag inderdaad, maar ik was het 63% Nederlands? Nee, dat was ik. Ja, nou, maar dat maakt je me blij meteen verdacht. 63% Nederlands. Ja, nee. Roel durft nooit meer aan de knopjes van de deuren. Nee. Dat is dan gewoon standaard, ja, dat is Roel. Ja, precies.
Oh, hey, jongens. Op start gedrukt. Oh, dit was een uitschuldiging. Ja, jammer Hugo, daar nou, nou, moet je wel. Gedwongen. Dan ben ik echt gedwongen, ja. Oké, dan ga ik hierna wel echt. Holy shit, wat Nou, dan gaan we weer. Oh, dan doen we dit toch. Welke duurt zo lang? Deze duurt lang, hè? Download. Tom, tom, tadam, tam, tam, tadam, tam, tam. In storage bij de trash. Army. En de deuren waren dicht bij storage. Ja, dus ga je mij weer verdenken? Ik zat bij die deuren te roepen: Roel, doe die deur open! Was hij weer bezig? Ik loop naar binnen en ja hoor, daar zie ik Bibi liggen bij trash. Hé, wat is er met Rob gebeurd? Rob is er helemaal klaar mee. Kippa die was daar wiring aan het doen, zo. Ja. Ik was bovenin. Wat deed jij er dan aan, Tico? Ja, ik heb Kit ook over bovenin zien lopen. Ja, maar volgens mij heb ik Rob eruit zien lopen aan de rechterkant. Maar ik weet niet zeker. Nee. Rob ging via links. Ik was aan de rechterkant, want daar waren de deuren dicht. Want ik zag maar wel het moet een hele verse kill zijn, want de deuren waren dicht. Dus ik had al zo'n vermoeden van, er wordt iemand gekillt in storage. En ik kom kijken en er ligt Bibi. Dus ik denk dat de killer of net richting electrical liep, of net richting admin. Ja, maar Tika, jij zag Kitta toch wiring doen in storage, dus dat betekent dat jij ook in storage was? Nee, ik was in storage. Ik was in admin, zo bij die wires aan het doen. En dan kan je zien wie er wire doet in storage, dat kan je zien, nog net. Huh? Hoe kan je dat zien? Die wiring is bij admin, zeg maar bij de deur, en bij storage ook, dus je kan elkaar gewoon zien. Dat is wel waar. Wow. Want ik heb Attica daar bovenin gezien. Ja, ik zag jou onderin. Ook. Onderin iemand weglopen en ik dacht dat het een wit poppetje was, maar dat verwarde me ook meteen, want Attica had ik boven gezien. Fan. Dat is Kip, wat een 7 man. Ik zag witte stringetje wat je zag. Okay, ik skip, ik heb niks gezien. Ja, behalve dus Bibi dood. Sorry Bibi, we weten niet wie je gedood heeft. Nee, en Rob is niet dood, maar die is geliefd. Of nou ja, gedisconnected. Ik zag hem wel weer Among Us opstarten. Oké. Okay. Maar hij is inderdaad gedisconnect. Eén ronde overleefd, jongens. Maar Maris die heeft me wel een beetje door, volgens mij. Kijk, Hugo durf ik niet meer te killen. Die gozer heeft me zo vaak vouched. Even klikkie. Ja. Wie deze doen? Dit is mijn lievelings ding. Klik, klik, klik. Ja, hey, rustig. Ik ben niet dood, niks aan de hand. Maar ja, ik moet het nu alleen doen. Dat vind ik dan wel een beetje jammer. Kijk, ik kan nu niet killen, want Kitta heeft dat gezien. En Kitta is veel te scherp. Kijk, en iedereen staat hier. Waar gaan we heen, Natika? Ik ga met jou mee. Wat doen we hier allemaal? Oké. Oh, dan kunnen ze niet zien welke taken ze moeten doen, hè? Dat is het. Misschien moet ik toch maar een keer gaan leren venten. Want dat doe ik echt te weinig. Waar is iedereen? Bij Koms zeker. Oh ja, natuurlijk. Ik heb iedereen bij Koms. Wat een sukkel.
Oké. Okay. Ik zat met Hugo zat ik op table ding in admin. En we zagen dat er iemand gekilled werd in electrical. En die is gevent. Ja. En die is gevent naar security. Degene die gekilled is, hij is gevent? Dat lijkt me vrij sterk. Nee, de killer is gevent. Oh, oké. Okay. Ja, meer informatie heb ik niet. Okay. Meli, en waar naartoe dan? Ik zag jou toen de body gereport werd, zag ik jou zo in die hall lopen, zeg maar, bij Map B. Kom je toen uit Map B? Nee, ik kwam vanuit de cafeteria. Ik had met Kitta de wiring in navigation en toen ben ik zo via weapons omhoog, naar links en toen werd de body gereport. Dus dan is Ik ging naar security. En Rick en Attica stonden op de camera's. Ja, ik stond maar Rick op de camera's. Maar Rick was wel... die kwam aanlopen. Dan ja, maar jij kwam ook aanlopen. Dan dus... is het toch Attica. Huh? Ja, ik wou zeggen, want jij kwam ook aanlopen. En, ja, Attica wij kwamen stond allebei al. Aanlopen en Attica stond al op de camera's. Klopt. Ik had zeg maar die task in MatB, maar daar moet je een minuut wachten. En dat was mijn laatste test. Dus ik dacht, ik ga op de camera's kijken. Toen er iemand naar security ventte, toen was er al iemand in security. Ja, er was al één persoon. Ja, er was al één persoon. Oh, kwam de en ik was de optie die daar was. En ik zat op de camera's te kijken, dus ik heb niet gezien of er iemand had... Maar hij hoeft niet per se naar buiten, hij hoeft niet per se uit... Of de killer hoeft niet per se uit de vent gegaan te zijn. Ik kon ook gewoon erin zitten. Ja. Nou ja, ik weet het niet. Maar wij stonden daar met z'n drieën in ieder geval, dus... Eén van de drie is een imposter. Wacht, wie stonden daar met z'n drieën nog één keer? Attica, Kitta en ik. Dan denk ik... Attica... Dat Meli het is. Maar ik ga... Dat denk ik dan. Nou, ik heb een Meli tegen wiring gedaan. En er was niemand anders daar. Dus het was echt een hele makkelijke kill geweest. Ja, maar, precies. Ja, ze heeft me dus niet gekilled. Oké. Okay. En ik ben het ook niet. Dus dat kan ook niet. Ik heb die knop niet. Maar ja. Okay. Ik ook. Wat een verrassing, Kitta. Ze stemt gewoon terug op me. Oké. Okay. Dankjewel, Kaaskind. Ik heb zeker een mooie string aan. Oh. Oké. Ik moet wel eventjes... even wat gaan doen. Want deze... Ah, verdomme. Ah, gefixt. Oké. Nou, wel weer even wat gaan doen, want ik zit echt met niks hier. Ah, kak, ze zitten allemaal met z'n tweetjes. Hoeveel mensen zijn er nog? Oh, dit wordt echt lastig. Ik moet iets gaan doen. Wacht, ik ga lights doen. Oké. Fix de lights. Kom op, jongens. We moeten de lights fixen. Kom op, doe iets. Fix de lights. Is iemand hier? Nee, is iemand hier. Ja. Kijk, ik kan niks doen, want ze weten allemaal dat ik... Oh man, ik moet echt Kitta pakken. Waar is Kitta? Sorry Kitta, je moet echt dood. Kitta is degene die het altijd door heeft. Oh man, dit gaat echt slecht worden. Oké, want ze zijn bijna klaar met die taken, dat kan niet anders. En iemand moet hier... God damn it! Oh nee, kut, ik moet er wel uitkomen, want ze hebben me gezien. Yeah! Dat was te verwachten, jongens. Oh, ik rende het niet in mijn eentje. Dat snap ik. Ik ben benieuwd. Wie waren het nou? Ja, Rob. Nee, Rob en ik waren het. Rob was
Disconnect. Dus hij was gedisconnect naar die eerste kill. En toen heb ik alles alleen moeten doen. Nou, dan heb je het netjes gedaan hoor. Dank ik dacht natuurlijk weer, ik zag Rick en Electrical komen. En er ging een alarm af. En ik dacht, oh, even checken hoor. Dus ik loop Electrical in. En zie je Rick, ja, er ligt niks hè. Nu wel. En toen ben ik weer dood. De tweede keer vanavond. Dus dat ja. Sherlock in mijn eentje. Dat is niet goed. Dat gaat helemaal verkeerd. Ik ga afsluiten. Ja, dat is goed. Je bent geen één keer imposter geweest, hè? Nee. Oh, nou, volgende keer beter. Vanavond ook weinig. Ja, maar ja. Oh, nou, hopelijk volgende keer. Want vorige keer was je ook al geen één keer imposter. Jij hebt nu de Oddity Glitch. Oh ja, dat zou ik kennen. Maar wij hebben dat ook een keer gehad. Ik heb wel echt 3 avonden achter elkaar gehad. Dat ik gewoon echt gewoon geen één keer inpast werd. Of maar 1 keer in 3 uur tijd spelen. En toen in 1 keer was het klaar. En nu werd ik weer wat vaker imposter. Maar... ja, het komt echt in golven soms. Dan ben je soms helemaal geen imposter. En de volgende keer ben je echt raar. Ja, ik was het vandaag best wel vaak, moet ik zeggen. Ja. Maakt het voor het spel wel beter. Want ik denk als je echt een te goede routine erin hebt zitten... dat het uiteindelijk is van... ja, maar je bent nu al 2 keer geweest, dus dan word je het nooit meer. Ja, dan precies. Dan is dat ook weer niet handig. Volgens mij is het echt random. Ik probeer het wel eens toe te passen, die techniek. Oh. Maar het backfired eigenlijk altijd. Wat probeer je? Die techniek toe te passen. Van te kijken van oké, hoe vaak is iemand impasse geweest? Hoe groot is de kans? Maar het is gewoon... Nee, dat is wel eens over kleuren. Dat die kleur vaker gekozen wordt. Maar volgens mij is dat ook onzin. Volgens mij is het gewoon echt heel random. Het is volgens mij echt heel random. Ja, dat denk ik ook. Want ik ben altijd rood. En ik heb soms avonden dat ik echt gewoon non-stop impasse word. Zoals afgelopen keer dat we speelden. Wanneer was dat? 2 dagen geleden? I don't know. Ja. Toen. Toen was ik echt super vaak impasse. En vandaag maar 1 keer. Dus ja. Ja. Heel apart. Maar goed, ik zie jullie een keer. Ja, leuk dat je meedeed. Ja. Yes. Doei. Bye. Doei. Doei ook, Hugo. Doei, Hugo. Ik haak ook af, jongens. Ja, wij gaan allemaal stoppen dan. Ja, dat lijkt me een goed idee. Nee, nog maar met 5, ja. Ja, dat leuk dat je er nog bij kwam. Alleen de diehards. De 2 potjes. Maar je bent wel een potje geweest. Ja. Nee, net zo vaak als vanavond. Dus dat is dan weer netjes. Ik heb wel goed gehoord, maar het is oké. Ja. Het is altijd echt heel moeilijk als je er dan in komt, hè? Ja. Ja, vind ik ook. Oh, nou, ik ga ook mijn stream afsluiten. Jullie ga ik ook doen. Meedoen weer, was gezellig. Yes. En we gaan even kijken of we vrijdag ook nog willen... Ja, bedankt dat ik mag joinen. Ja, tuurlijk. Ja, gezellig. Dankjewel dat je onze game wilde opvullen. Ja. Thank you. Oké, nou, laat maar weten in de Discord of jullie vrijdag nog zin hebben. Yes. Eens goed. Oké, bye bye. Doei. Zo, dan kunnen wij eens eventjes gezellig kletsen, jongens. Ah, wat een... wat een potjes waren dat, zeg. Best wel vaak in posten geweest, moet ik zeggen. Dat gebeurt niet heel vaak. En ik vond het ook wel minder spannend dan de voorgaande keer. Dat ging eigenlijk best wel goed. Dus ik begin eraan te wennen. Gaat goed. Niemand wil nog potjes met Rick als in posten. Nee, inderdaad. Zelfs Rob ging er gewoon het spel uit. Wilde gewoon niet meer. Maar sinds wanneer dat is, geen idee. Sinds vandaag was het toevallig zo dat ik zo vaak in posten was. Hiervoor was het echt alleen het eerste potje en het laatste of zo. Geen zin in, ga maar offline. Dankjewel Thomas, dank je. Vertel even wie Thomas'en zijn en wie dan Rick is. Geen idee, ik ben Thomas en Rick, allebei. Ja, vonden jullie het een leuke stream? Top, leuk om te horen. Ja, ik moet voor de volgende keer weer, denk ik maar, Streamlabs of zo vragen van hoe het zit. Want hij doet het nog steeds niet. Stomme... bits doen het niet, subscriptions doen het niet. Thomas heeft er 6 weggegeven vandaag volgens mij. Nienze heeft er eentje weggegeven, echt super lief. Ik ga er ook eentje weggeven. Wie wil er een abonnement hebben voor mij? De Pol deed het wel, nadat ik hem had gefixt en aangezet. Kan ik gewoon een abonnement cadeau doen en dan gewoon random in de chat... doen? Jawel toch? Ik hoef niet specifiek aan iemand te geven. Kijk hoor, of het gelukt is.
Ik wist helemaal niet dat dat vanuit Streamlabs komt. Wat handig. Behalve dan dat hij nu niks doet. Waarschijnlijk mijn hele ding is... Nou. Shani 91. Hatsa. Ik heb... graag gedaan. Ik deed gewoon random. Ik heb geen idee. Ik heb niemand uitgekozen of zo. Dus dan kiest hij gewoon iemand. Leuk man. Ah, zo. Heerlijk. Lekker. Lekker paar potjes gehad. Niet al te laat gemaakt. Want we hebben nog een uur en dan is het pas 3 uur. Dus ik ga nu een uur zitten kletsen. Nee, dat ga ik niet doen. Echt super tof man. Dat jullie allemaal zo... hebben gekeken de hele tijd. Was het een beetje te doen vandaag? Ik ben aan het oefenen om meer te kletsen tijdens het spelen, maar ik word er niet echt een heel veel betere speler van. Hey Da Vinci Style Games fannetje. Hoi. Leuk dat je er bent. Gaan we nog wat doen vanavond? Nee, ja, niet echt. Ik denk dat ik het niet al te laat maak. Aan de andere kant, ik heb vanmiddag even geslapen. En misschien dat ik vanavond weer niet kan slapen. Het was een fijne stream om bij schoon te maken. Nou, gelukkig. Wat vind je van Among Us? Ja, ik vind het nu wel leuk. In het begin vond ik het echt super dom. Ik vond het spel echt dat ik dacht... Ja, waarom ga je met je vrienden... Waarom ga je tegen elkaar zitten liegen? Wat is daar nou leuk aan? Maar ik moet zeggen... Het is best wel grappig. Het wordt wel heel snel hetzelfde... Als je de hele tijd zeg maar, dezelfde map blijft spelen. Maar we wisselen tegenwoordig best af. Dus dan is het is echt wel leuk. Was leuk vandaag. Veel imposter geweest. Ja, zeker weten. Zeker weten. Hoe kan je Raft gratis downloaden? Ja, waarschijnlijk illegaal. Maar ja, daar mag ik je natuurlijk niet bij helpen als ik live ben. Hey, volgen jullie me eigenlijk op Discord? Of nou, volgen jullie me op Discord? Zitten jullie in de Creatic Discord? Die hieronder, hier, staat een linkje. Als je die opent, gewoon in je browser, rick.games/discord, dan krijg je automatisch een uitnodiging voor onze Creatic Discord. Daar zitten allemaal mensen in die gewoon met Creatic iets hebben of weet ik veel, al die dingen. Maar ik heb daar ook een gedeelte in de Discord. Daar kun je me technische vragen stellen over computers of over de stream mee kletsen of weet ik veel. Als je een toffe setup hebt met je computer, zoals hier, dan... kun je dat daar delen, dat soort dingen. Dus doe dat eventjes. Heel leuk met de boomers. Ja, we hebben ook een... we hebben nog een aantal groepen, kanalen erin ook. Van die boomer kanalen. Dus ja, dat wordt helemaal gezellig. Doe maar even. Doe maar eventjes die Discord joinen. Speciaal Twitch gedownload om mijn stream te kijken, Sofietje. Nou, wat lief, dankjewel. Ja, er zijn echt superveel andere streamers die het hartstikke leuk doen, hoor. Ik bedoel, Jamila die streamt. Die heet Jamilala, die moet je ook maar even volgen. Onity heet Onestream, die is leuk om te volgen. Ik kijk zelf ook nog Mertabi, dat is Mert. Die kun je misschien kennen van Mertabi, het kanaal. Of van de video's van Dylan. Dus ja, superveel leuke dingen, hoor, op Twitch te zien. Het is net even wat anders dan op YouTube. Ik kan de link niet aanklikken op mijn telefoon. Nee, je kan hem ook niet aanklikken. Je moet hem even in de browser intypen. Oh ja, kijk, we hebben... Ja, kijk, handig. Dankjewel, Thomas. Was het niet Thomas? Nee, Meike. Die Meike is ook een actieveling, hè? Of Meike? Was het, geloof ik. Wanneer komen je rolschaatsen? Ik heb ze al. Als je me had gevolgd op Instagram... Kijk, die staat hier. Als je me volgt op Instagram, had je het al gezien. Ik heb ze inderdaad ontvangen... dinsdag? Zeg ik dat goed? Nee, dat was gisteren. Maandag denk ik dat ik ze heb ontvangen. En ik ben eigenlijk aan het wachten tot het wat lekkerder weer is. En dat we... hopelijk kunnen we dit weekend eventjes drop uit. En misschien dat ik daar ook wel wat van film. Tenzij ik heel veel val. Want dan doe ik het niet. Tenzij ik iets breek. Want dan doe ik het waarschijnlijk weer wel. Ik ben super fan van jou en Creatic. Wie is Creatic? Esmee? Wie is dat? Geen idee. Ik ga pas in april rolschaatsen. En dat zegt herfst. Nee hoor, nee, zeker niet. Het lijkt me heel erg leuk. En ik heb het vooral gekocht omdat we met z'n allen dan kunnen rolschaatsen. Het is niet dat ik nou altijd dacht... Ja, dit wordt mijn nieuwe hobby. Dit ga ik voor altijd doen. Maar ik zie dat die kinderen en
Maris echt super veel plezier ermee hebben. Dus dan vind ik dat... ja, dan wil ik daar graag aan meedoen. En waarschijnlijk vind ik het dan uiteindelijk ook wel leuk. Want dat was met Among Us ook. Daar heb ik me ook weken tegen verzet. En uiteindelijk zit ik het ook elke keer te streamen als ik mag meedoen. Dus, hè? Oh, maak een video over het rolschaatsen. Ik wil beter worden. Ja, nou, mag ik eerst zelf ook eventjes beter worden? Echt verschrikking. Kijk, en waarom doet dit het nou wel, hè? Dankjewel voor de follow. Supergoed dat je me volgt. Ik heb geen idee waarom dit wel werkt. Ik stop gewoon met die Streamlabs. Ik ga het gewoon zelf bouwen, want dit is natuurlijk gewoon super kak. Hoe heet de Discord? Creachick heet die. De Discord heet Creachick. En ik heb nog geen Crearik Discord, want dat is me veel te veel werk. Daar hebben we tenminste... Je hebt zo'n aanstekkele lach. Lief. Ik hoop dat je bedoelt aanstekende... Aanstekelend... Precies dat. Dat je ook wil lachen als ik lach. Ik hoop dat dat is. Niet dat je me achterlijk vindt. Vette setup. Ja, dankjewel. Ik ben er ook heel blij mee. Kijk, ik heb tegenwoordig nu een poppetje erin. Hier, kijk, wacht. Ik zal eens... die kant op. Leuk, hè? Ik zag iedereen, al die hipsters op internet dat doen. Dat ze, maar die hebben allemaal zo'n pop. Weet je wel, pop met een uitroepteken van die grote hoofdenpoppetjes erin. Dat vond ik dan niet zo leuk. Maar ik had deze nog. Dit is een Skylander. Heb je al stink merch? Nee, nog niet. Ik heb nog niks. Ik ben al lang blij dat we eindelijk dat we affiliate zijn geworden met Twitch. Dus dat we kunnen dat we subscribers aan kunnen nemen. Of hoe noem je dat? Dat we dat... Dat mensen kunnen subscriben. Dat we wat van die berichten kunnen verzilveren en zo. Dat vind ik leuk dat we dat nu hebben gehaald. En dan gaan we nu even wat opbouwen. Dat we elke keer gewoon lekker veel kijkers hebben. En dat we gezellige dingen doen. Dat ik leuke dingen kan weggeven. Zoals die computer. Ik heb er nog steeds even over nagedacht. En ik heb er waarschijnlijk twee. Ik moet nog heel even wachten tot ik één ding heb besteld. En ik wil even twee nieuwe kasten bestellen. Want ik moet natuurlijk ook dozen hebben om ze in te versturen. Dus dan gaan we dat binnenkort even doen. Dan gaan we en op de stream eventjes die computers bouwen. Dat we gewoon eventjes in elkaar zetten. En dan geef ik ze weg. Dus. Als je dat wil, volg me even op dit kanaal. En ja, volg me even op Instagram als je Instagram hebt. Dan, krijg gewoon, dan stuur ik gewoon een bericht als ik live ga of zo. Wanneer gaan we weer Raft spelen? Ja, dat weet ik dus niet precies wanneer. Maar dat komt vooral omdat de kinderen hebben nu gewoon school. Dus we kunnen niet overdag nu gaan lopen schreeuwen en dat soort dingen. Ze moeten wel een beetje rust hebben om hun werk te kunnen doen. Maar ik weet niet, misschien van het weekend of zo. Of misschien ook een keer een avondje. Dat we een avondje met z'n tweeën gaan streamen. En dat we dan Raft gaan spelen. En wat ik net ook al zei, ik weet niet of je daarbij was of niet. Maar Kitta en haar vriendje Fubuki, of Jesse heet hij eigenlijk... Die hebben ook Raft en ook heel veel gespeeld. En die hebben ons uitgenodigd om hun vlot aan ons te laten zien. Dus dat lijkt me wel heel leuk. Dat gaan we wel even doen. We gaan wel even bij ze langs. Dus komt goed. Mystreek, veel te vrijgevig hoor. Nee joh, het is gewoon ik wil niet zeggen oude rommel. Want je kunt er best wel leuk op gamen. Maar ja, het zijn gewoon computers die ik heb liggen waar ik gewoon geen gebruik van maak. Ik heb achter deze, heb ik er nu eentje neergezet... Die ja, ik nu gebruik, zeg maar, voor als mocht Thomas ooit een keer naast me komen zitten als we een stream gaan doen waarbij die ja, naast me moet moderaten of zo. Of als we de 24 uur stream gaan doen, dan kan hij daar zitten en dan zit daar een computer. Ik kan hem misschien wel even laten zien. Mijn kabeltje is niet lang genoeg. Is mijn kabeltje lang genoeg? Wacht. Ik ga het je laten zien, ja. Ah, je kan het net niet zien. Kijk. Nee, je ziet het net niet. Er zit een monitor daarachter. Twee eigenlijk. Maar je kan het net niet zien. Het spijt me. Maar die hebben we dus nog. En ja, boven heb ik er nog steeds twee andere staan. En dat zijn gewoon oudere. Maar ja, weet je, ik kan ze ook weggooien. Ik geef ze liever aan iemand die er gewoon nog wat aan heeft. Vloggen met Rick. Ja, ik moet het gewoon... ik zat door het huis. Ja, nu gaan we dit doen. We gaan nu televisie kijken. Ik wil ook nog steeds een game-pc, maar het is zo onwijs duur. Ja, dat is ook zeker waar, hoor. En zeker ook als je kijkt naar
wat je nu... hoe noem je dat? Wat je nu betaalt echt aan een goede PC... ja, dat is best wel veel geld. Ik denk dat je als je echt een goede PC wil... dat je al vrij snel zo'n 1000 euro kwijt bent. En dan heb je alleen nog maar... zeg maar de kast, heb je geen beeldschermen, weet ik veel. Dan heb je echt een goede. En voor 500 euro dan heb je elk wel iets wat gewoon leuk is. Ja, die dingen die ik heb, die zijn dat zeker niet waard. Maar ja, ze gaan, je kan er wel op gamen. Ik zal gewoon in de stream ook wel laten zien welke spelletjes het goed doen en welke niet. En ja, als het niks is, is het niks. Dan miet je hem zelf weg als je hem hebt gewonnen. Maar het is beter dan niks. Neem het familiekanaal over. Ja, nee hoor, dat... nee, daar heb ik niks aan. Ik ga gewoon hier op Twitch iets opbouwen. En we gaan gewoon het op onze eigen manier leuk maken. Vind je dat goed? Gaan we dat zo doen. Mijn broertje heeft er veel verstand van. En helpt me met onderdelen uitzoeken. En hij zet hem in elkaar. Dus dat scheelt al qua geld. Ja, dat is waar. Maar de prijzen zijn inderdaad om te janken op het moment. En wat ik vooral heel erg raar vind. Of nou raar. Er zijn zeg maar onlangs allemaal nieuwe spullen uitgekomen. Van allerlei verschillende merken. Maar zeg maar, de oude modellen zijn nog niet in prijs gedaald. En de grootste reden daarvoor is omdat die nieuwe modellen nog niet in grote getalen beschikbaar zijn. Maar ja, dat is toch lame. Dan ga je naar de winkel en dan denk je, nou, ik ga eventjes 800 euro uitgeven aan een videokaart. En dan kom je thuis en dan kom je erachter dat als je eventjes 2 maanden had gewacht... en het was wel op voorraad geweest, dan had je echt een goede gehad voor 800 euro. Dus ja, nee, dat is echt niet leuk. Je moet echt wel een beetje verstand hebben van wat je nu wel en niet moet kopen. En dat, ja, kost een hoop tijd om je daarin in te lezen. Dus leek het mij leuk, als jullie nou daarmee bezig zijn. En er zijn best wel wat mensen die wat meer, noem je dat, informatie daarover willen hebben. Thomas heeft er superveel verstand van. Ik heb er veel verstand van. Dus ik zou zeggen, kom maar op. We gaan wel een keer een kletsuurtje doen. Stel je vragen maar en geef me je budget en ik stel je computer samen. Fix het al, hè? Doen we wel. We komen wel aan het uurtje. Ja, nee, inderdaad, als we zo doorgaan wel, ja. Ja, ik was eigenlijk gewoon aan het wachten tot ik beneden de deur hoor. Want Maris doet het ook altijd. Eventjes nog nakletsen. Even afsluiten. De tekst en de description en zo aanpassen. En dan wil je de dingen weer op monetized zetten. Het is helaas met streamen en zeker op YouTube niet zo dat als je het afsluit, het is klaar. Je zet je computer uit en je bent klaar. Je moet echt nog van alles doen. 9 van de 10 keer wordt ook de stream ook gewoon direct gedemonetized. En ja, dat betekent dat je dus gewoon geen geld eraan kunt verdienen. En dan moet je dus eerst aanvragen of ze je stream willen keuren. Helpdesk, creëer ik NL en Nextsite. Ja, dat lijkt me wel een goeie. Pip zegt, hey Rick, ik ben bezig met het bouwen van een website voor mijn studie. Hij is over een paar dagen af. Als ik hem dan in het Discord zet, zou je dan naar willen kijken? Ja, natuurlijk wil ik er naar kijken. Is hij net zo mooi als die vorige? Want die was echt, ik weet niet of jij dat was die hem daar maar had doorgestuurd, maar die was echt briljant. Ja, ik kan hem even niet vinden. Maar... nee, anders had ik hem eventjes voor jullie laten zien. Dat was echt een mooie site. Iedereen zegt, OMG, dat zou perfect zijn. Maar ik heb geen idee of dat overgaat. Hoe meer jij praat over technische zaken, hoe minder ik ervan snap. Toch vind ik het gesprek zo gezellig. Ja, dat is wel vaak zo, hè. Als je mensen uiteindelijk over hun hobby of hun passie laat praten... aan het begin kun je het nog wel een beetje volgen. En dan uiteindelijk dan zit je alleen maar zo van... Ja. Thomas en ik hadden ook zo'n collega. Nou, supergoeie gast hoor. Hij was echt goed in zijn vak. En het was alleen net niet mijn vakgebied. Dus af en toe dan begon hij te kletsen en dan zat je... Ja. Oké. Nou, ik ga weer hoor. Ik snapte er helemaal niks van. En ja, voel je ook zo lullig. Maar zo gaat het niet worden. Voor 1 euro wil ik best een computer voor je samenstellen. Ja, tuurlijk wil ik dat. Oh, jongens. Nou, Jorinde, ik hoop dat je snel een baan hebt. Dan gaan we eens even wat tofs bouwen. Met gewoon iedereen op mijn Discord of op mijn stream zit ik nog te kletsen. Oh, ik ben nog steeds live. Kijk. Hallo!
Jij vieze killer. Ja. Jij vieze mijn killer de hele tijd. Hoezo? Nou, ik zo... deed het goed. Ah, ik heb geen ze waren helemaal trots op me. Ik heb al stoel, maar er zit al iemand op de stoel. Ja, nou, ik dacht elke keer, ik ga hem eventjes checken. Hey, Marius, hallo! Wat jij aan het doen bent. Want elke keer dacht ik, hey, volgens mij ligt hier een killetje hoor. Hier gewoon zo. En dan was ik het. Omdat ja, je achter me aankwam. Ik zei ook elke keer in de stream van... ja, kijk maar, er ligt niks hoor. Kijk maar, er ligt niks. Oh, ja, nu al. Ja, zo voelde het ook. En ik zat ook altijd... Oh. We zijn uber trots ja. op je. Nou, wat goed. Echt, was ergens... Was zeg ergens even tegen me eens dat ik die ene ben. Hé, hey, ene. Ja, dat is de spammer in mijn chat hoor. Die Mikey. Nee, niet het Maries. Maries? Nee. Maurice nee. is het, hè? Nee. Kijk, je hebt trouwens een hele lieve collega. Ja, een lief collega. Ik probeerde net mijn computer te laten zien, maar dat lukte niet. Ik dacht, oh, geen lekker doen. Oh, ze was ook al bij mij beneden in de stream. Was ze er ook al. Oh, ze is helemaal lekker warm. Lief. Hey, je hebt ook weer superchats gehad, zie ik. Ik zie hier Minke die zegt, ik heb 2 keer superchat gegeven. Ja, Marius. Alleen mijn oortjes gingen niet knipperen. Want hij had je Lumia stream niet aan. Jawel, maar hij had een update gedaan. En daarvoor moest de computer restarten. Maar ik ga niet midden in mijn stream mijn computer restarten voor zoiets. Nou, bij mij werkte het ook niet. Maar Thomas die heeft echt meerdere abonnementen weggegeven. En er kwam elke keer niks in beeld. Dus ook iets nog niet doen. Nee, mijn subs doen het ook nog niet. Dus we hebben nog werk aan de winkel. Hey Thomas. Maar de poll deed het net wel. Jij was zo vaak in pasta. Maar dit ziet er echt moe uit. Ja, dat komt ook omdat door deze belichting. Dat helpt niet mee. Ik zit hier een beetje in een donkere schaduw. En dan krijg ik vanaf hier belichting. Kijk, dan zie ik er meteen heel veel minder moe uit. Ik even super scherp maken. Hè? Zo. Ja, ik zie er inderdaad heel moe uit. Maar het valt wel mee. Ik voel me niet heel moe. Maar ik lijk heel moe door deze camerapositie en deze belichting. Ja, gelukkig geldt dat voor mij niet. Ik verstop hem achter de poes. Dan kan je het niet zien. En je pol deed het. Ja, die deed het prima. Oh, die deed het wel. Thomas is van zijn stoel gevallen nu. Oh, arme Thomas. Oh. Ja, Thomas was hier echt lekker bezig. Gezellig, voel je hem ook. Heeft het weer gezellig gehouden. Mitchell kwam nog even langs. Oh. En Jerry kwam nog even langs. En bij mij kwam Dylan langs. Welke Dylan? Weet ik niet. Dat zegt iedereen dat Dylan Hagens even kwam kijken in de chat. Maar ik heb het niet gezien. Oh, sneaker. En maar niet meedoen, hè? Ja, maar misschien ging hij wel stiekem kijken of het wel leuk was om er mee te doen. Misschien heeft hij hem een bericht gestuurd of hij mocht meedoen. Of misschien was het een... Ja! Hij heeft ook een bericht gestuurd. Die headphone link gaat dit aan. Oh, hij wilde die koptelefoon kopen. Oh, hij staat dus wel echt mee te kijken. Oh, wat schattig. Oh, wat leuk. Is mijn link niet goed? Nee, mijn headphone? Blijkbaar niet. Moet ik het fixen? Ja, jongen. Oh, thanks Dylan. Ik ga mijn headphone fixen. Komt goed. Die kwam nog even kijken. Oh, wat grappig. Joh. Ja, schattig. Ja, maar ik denk dat hij even ging kijken hoe we het spelen voordat hij mee gaat doen. Snap ik ook wel. Sneaky bastard. Snap ik ook wel. Maar nou moet hij wel meedoen. Nu komt hij er niet meer om vandaan. Dat denk ik ook niet. Nou moet hij wel. Ken je even mijn stream uit? Ja, want dan ga ik even afsluiten. Doei. Oké, jongens. Hey, dat was gezellig. Ik ga afsluiten, want Maris is blijkbaar klaar. Nee hoor, ben ik weer. Hallo. Oh. Nou ja, die is klaar met het afsluiten van haar stream. Dus ja, dat ga ik doen. Ja, ik heb hem afgesloten. Thomas, bedankt weer voor alle subs weggeven, alle cadeautjes. En voor het bij zijn van de chat. Tof dat je er weer was. Mitchell, als je nog kijkt. Leuk dat je er was. Iedereen eigenlijk leuk dat je er was, hè? Ik ga nu gewoon zeggen, doei jongens, tot de volgende keer. En we zien elkaar weer. Later!